Welkom bij een nieuwe Souvidee Session, de podcast en Voordelen van het Goede Doel, waar ik mij vandaag in internationaal ondernemend gezelschap bevind. De man van de sigaren, ik vind het zelf een geuzennaam, Frederik van der Marlieren. Frit, in. Uh, Goedemiddag en zeer, zeer welgekomen. Dankjewel, dankjewel. Dankjewel om, uh, dat ik erbij mag zijn. Het is een eer om hier in jullie schitterend kader. Ik voel me hier echt in, uh, een beetje in New York. Dat doet me veel plezier. Dat is uh, de bedoeling. Een eerste seizoen, sowieso, uh, sessions, daar mag evident een uh, man van de sigaren niet ontbreken. En we hebben het uh, zeer grote geluk om uh, in ons land, het is misschien een beetje vreemd, maar in België. Iemand toch bij ons te hebben uh, die uh, in het uh, midden van Amerika uh, de prachtige sigaren uh, maakt die in deze last round zeer vaak worden genuttigd. Dus uh, de dank gaat ook naar jou. Het zijn bijna feestdagen. Is dat een zeer drukke periode als sigarenmaker of uh, is het eigenlijk het hele jaar door een uh, gelijkaardig tempo? Die heeft zich wat uh, verschoven. Vroeger was dat absoluut het geval. Uh, de kerstdagen, uh, geschenken die gegeven werden, dat was een duidelijke piek. En, uh, en nu is het eerder de zomer die piekt, omdat je op minder en minder plaatsen mag roken. Dus er wordt in feite minder, als het koud is, minder genuttigd, omdat je binnen ja, geen plaats vindt. En in de zomer heb je de terrassen en heb je mogelijkheden om wel nog buiten te genieten van een sigaar. Dus daarom is het niet meer een echte piekperiode, maar het is wel nog altijd een, uh, een moment van genieten van de goede dingen van het leven. En ik stil stilstaan bij het leven en ik denk dat een, uh, een sigaar daar perfect bij past. Mm -hmm. En absoluut, dus op die manier is het zeker nog iets, maar het is minder dan het vroeger was. Mm -hmm. Ik uh, kondig jou aan als een man van de sigaren. Ik uh, veronderstel ook dat de kijkers en luisteraars. Van deze aflevering, de meeste jou absoluut gaan kennen. Maar ik vind het toch wel belangrijk om even dat te onderstrepen. Uh, ik ben met mijn broer. Binnen enkele dagen zitten wij in New York in de uh, Carnegie Club, onze second home, zeggen wij eens vaak. Um, en dat is een fundraising, ook voor het goede doel van Oliva. Waar we straks nog over gaan spreken. Evident, dat is, uh, als ik het mag zeggen, jouw sigarenhuis. En uh, een combinatie met scotch, uh, ten voordeel van het goede doel. Uh, toen ik de patron van de Carnegie Club in New York zei. Uh, want hij volgt ons wel, hij spreekt geen Nederlands, maar hij uh, zal we niet naar de gasten die wij uh, over de vloer krijgen. En ik gaf aan dat Frederik van der Marlieren zou komen. Toen zei hij: Fred, oh my god, that's great. <laughs> dus om maar te duiden dat uh, over de plas met jou zeer goed kent, dat heeft misschien iets te maken met een. Een enorm uh, sterke quotering die jullie kregen op een gegeven ogenblik, een oliva sigaar. Ik kreeg daarin sigaar aficionado, wat toch het, het absolute blad is, uh, mondiaal, wanneer het over sigaren gaat. En daar kregen jullie, als ik me niet vergis, 94 op 100. Dus dat is uh, drie sterren plus uh, naar gastronomie termen. Uh, wanneer was dat en in welke sigaar kreeg daar die quotering? Uh, We hebben er eigenlijk verschillende gehad. Mm -hmm. En uh, er was zelfs één, maar zes niet. Dat we haalden. En um, goed, we zijn dan ook, uh, dat was 2014. Ik zal eerlijk zijn, dat was toen nog niet ons bedrijf. Ik kom er wel straks inderdaad op terug. Maar dat uh, waren ze cigar of the year. Dus in feite echt de, de beste sigaar van de wereld. Want uh, ook de Cubanen worden daarin geproefd in een neutraal panel die jaarlijks terugkomt. En we zitten uh, ja, sinds 2012 uh, jaarlijks zeker in de top 25. En uh, maar, ik zou zeggen de helft van de tijd, zeker in de top 10, laat staan top 5. Dus we hebben altijd uh, mooie posities gehad. En, um, en eerlijk, maar, u zei, mensen zullen mee kennen, ik denk dan dat er vrij veel mee ook niet kennen. En, uh, en dat is ook, het, uh, laten we zeggen, dat we het ook niet opzoeken om per se op de voorste rij te staan. En om, uh, het, Oliva is, laten we zeggen, hetgeen dat spreekt en moet spreken. En is de, de taal die, de mensen, uh, die ik liever heb die de mensen kennen dan, uh, dan per se Fred of Fretje te moeten kennen. Maar, maar goed, dat was een, een periode die komt telkens terug. Dat is telkens op het einde van het jaar. Zijn die, allee, is die top 25, dat is altijd een spannende periode. Als ze aftellen en als ze dan van 25 naar 20 gaan en dan naar 15 en dan naar 10. En als je in die, de laatste 15 niet zit, dan is het meestal wel een goed teken. Dan zit je hoogstwaarschijnlijk in de top 10. Dus um, ja. Weet je, dat de Cigar Aficionado bestaat, je hebt nog andere sigaren. Nog Cigar Journal, andere sigaren magazines die. Uh, we hebben de Lamateur de sigaren voor het Franstalige gedeelte. En die uh, quotieren sigaren, die inderdaad, die proeven die. Uh, dus net zoals uh, Parker zijn wijnen proeft. Uh, en, um, en uiteindelijk is het leuk om op verschillende kanalen. Weet je, what, what's in the number? It is 94, 96, 90, whatever, maar. Het toont aan dat laten we zeggen. Uh, dat die sigaren gemaakt zijn, uh, alvast met heel veel liefde, en met de, maar met ook met een kennis ter zaken. En wat er voor mij ook zeer belangrijk is, is dat die sigaren ook die quotaties blijven behouden. Want niets is moeilijker dan een sigaar maken en die tien jaar daarna nog altijd op dezelfde manier te maken. Er zijn honderden elementen die kunnen fout lopen tijdens het proces. En die ervoor kunnen zorgen dat sigaren evolueren qua smaak en meestal niet ten goede. En, uh, en daarom, ik kan niet zeggen pakken we daarmee uit, maar goed. Als we een keer een quotatie hebben, is dat wel iets dat we graag rond communiceren. Omdat dat wel altijd een bevestiging is, ook intern hé, voor de teams. Om te zeggen: van jongens, chapeau, goed ja. bezig. Nou, dus het is dus zeer terecht. Ook omdat we kijken met z'n allen of degene die, die uh, food lovers zijn naar de Michelin-gids, wordt altijd rijkhalsend naar uitgekeken. Maar dat er iemand in België. Daar, uh, Michelin, gewijsde, als je die vergelijking zou maken, dik drie sterren scoort. En dat zijn uh, ja, top, top 10 uh, restaurants ter wereld. Als je dat zou zeggen, mm -hmm. dan zou de hele wereld hier komen kijken naar die sigarenman. Uh, krijg je eigenlijk in België voldoende respect? Vind je zelf uh, niet zozeer uit het wereldje alleen, maar in het algemeen als ondernemer, want dat ben je dan ook? Is er eigenlijk voldoende respect uh, vanuit uh, België zelf en interesse voor. Jou, van der Marlieren, Oliva, om het in de naam uh, te schetsen. Ik mag naar hier komen. Is dat nog een mooiere teken van respect? <laughs> um, eerlijk, uh, ik heb er absoluut geen klagen over. Uh, uh, nogmaals, het is nooit ook niets dat we specifiek uh, opzoeken en, uh, en ik vind het. Uh, Plezant om gewoon door het leven te gaan. En laten we zeggen, ze moeten me in de benen niet per se kennen als fretje van de sigaar. Maar liever fretje de buurman of whatever. Dus, um, dus eigenlijk zeker, het enige is natuurlijk. Ja, als je spreekt van respect, het product is tabak. En, uh, en daar zoek je toch wel soms: uh, daar is de zoektocht naar respect soms heel ver te zoeken. Uh, nogmaals, het feit dat ik hier mag komen is een uh, it's an honor. Uh, maar heel vaak, in, in heel veel kanalen, laat ons zeggen... Uh, ik spreek maar van lifestyle magazines. Uh, Cigaren zouden perfect passen in lifestyle magazines. Maar uh, gezien het tabak is, is dat soms moeilijk. Sabato kennen we allemaal, er zijn er rubriekjes met nieuwe producten. Of wat. Ik denk niet dat we ooit een sigaar erin zullen krijgen. Uh, we sturen het gewoon op en we zijn ook let op. Ik heb ook respect daarvoor. Het is heden ten dagen soms een onderwerp die absoluut niet populair is. En... Um, ja, is dan. dus dat is één ding. En het tweede is uiteraard die politieke wereld. Tabak, sigaretten, uh, roltabak en sigaren worden heel vaak over dezelfde kam geschoren. Alhoewel dat het toch wel echt verschillende producten zijn. En dat wij, um, ja, ik heb het woord genieten al gebruikt. En het is echt een, een don't smoke but enjoy. is een beetje een tagline die we soms gebruiken. En ik sta daar enorm achter. Wij um, we willen absoluut niet dat mensen hun, ons product inhaleren. Het is echt niet gemaakt om te inhaleren. Maar als je dan ziet op onze doosjes, moeten we wel zetten: van uh, ja, uh, causes lung cancer. Ja, maar it doesn't cause lung cancer if you don't inhale. Je hebt inderdaad, tuurlijk zijn er gevaren. Je hebt de mondkanker, je hebt de keelkanker, je zal daar niet, uh, niet, rond, niet slecht rond doen. Maar als je een van die heerlijke whiskies hier achter ons met grote glazen per dag uh, binnenkapt, ja, dan, dan, dan zal er ook iets mislopen. We maken de lekkere koekjes van de stroper. Als je er daarvan drie dozen per dag eet, het zal ook niet goed zijn. Dus uiteindelijk, op een bepaalde manier, moet je iets genieten met mate. Uh, in onze cultuur wordt dat... Uh, allee, het is ofwel ben je verslaafd, ofwel mag je het niet doen. En de, de overheid die meer en meer voor mij oplegt om te zeggen van, je mag het niet, pas op. Ja, allee. je mag niet roken in een auto met kinderen in. Wetgevend bepaald. Mm -hmm. Allee, voor mij, waarmee zijn me bezig? Ik bedoel, mijn, ik heb heel mijn leven opgeroeid in de rook. Maar als, als, als wij een babytje hadden en me kom thuis, mijn vader zit niet te doempen bovenin een baby. Gebruik uw gezond verstand. Allee, geniet met mate en heb ja, respect voor uw omgeving. Als er mensen niet willen dat er gerookt wordt, zal ik ook niet roken. Dat is ook het de aanname van een sigaar. Je wordt er volgens mij ook niet zo verslaafd aan. Mm -hmm. Steek mij een vlucht van tien uur, ik kan niet roken, so be it. Maar als je daarna, na een dag, echt een keer kunt genieten, ja, dan doet dat echt wel deugd. En nog een klein elementje dat er nog zelfs aanhangt, want ik zou dat nog verder durven trekken. Ik denk als je kunt genieten gedurende een uur van een sigaar, en laat je een telefoon langs de kant, en leg je een beetje goed muziek op, je babbelt met een, een copain, rookt elke sigaar. Ik denk, het zou, het zou er dan meer moeten doen, maar je zou misschien minder burn-outs hebben. Misschien trek ik het te ver, maar het, het feit, het, het continue, de druk die er op onze maatschappij ligt vandaag om continu gevolgd te worden en is een, allee, hetgeen dat er in onze hersenen continu gedopeerd wordt, laten we zeggen, met elke tinteling die we hebben met de telefoon, een uur of, is, uh, is denk ik iets dat fantastisch is. En ons product is een van die mogelijkheden. Ik zeg niet daarom, cigaret moet roken om dat te kunnen. Maar het is iets dat wel helpt. Want dan moet je, ik kan niet zeggen, concentreer die op je sigaar, maar omdat je ervan geniet. Je er wel op een bepaalde manier mee bezig, dan word je toch verplicht eventjes van die lijn te gaan. Dus, uh, dus goed, respect eh, om terug te komen op uw vraag. Absoluut naar mijn persoon toe, 100%. Naar het product toe, soms misschien wel wat verder te zoeken. Ik onderschrijf volledig wat je wat je aangeeft. Uh, ik, ik stoor mij ook behoorlijk vaak aan, aan de kennis ter zaken. We hebben het nu over sigaren, ook over, op andere domeinen. Maar uh, ik las uh, zeer recent in de Universiteit van Leiden. Uh, ...hing een bepaald schilderij van de founding fathers, denk ik, van die universiteit... ...in Leiden van de jaren 50 of jaren 60... ...waar een schilderij hing in een, uh, een koffiekamer op de universiteit... En dan waren die heren, het waren toen vooral heren, die daar in een college van de Raad van Bestuur zaten, die waren daar met z'n allen aan het roken op het schilderij. Het was gewoon leven zegt. En daar was een bepaalde student nu van zijn horen gaan maken, omdat er geen bordje bij ging, dat het dus effectief kan leiden tot uh, ziekten. En Men heeft toen de universiteit besloten in eerste instantie om dan maar het schilderij weg te halen. Dan is er evident kritiek gekomen, even het nu teruggehangen. En ze zijn nu aan het overpeinzen, dus om maar te schetsen waar professoren nu schijnbaar zich mee moeten bezighouden in 2022, hoe ze nu op een verantwoorde wijze dat schilderij daar kunnen houden. Terwijl ik mij dan vaak bedenk hier op de mer in Antwerpen, de Primark, uh, om maar een keten te noemen, scoren zeer slecht qua ethisch ondernemen. Uh, die lage prijzen, 7 euro voor een pul, dat zal ook niet uh, gebeuren of, of kunnen uh, verkocht worden aan die prijzen als alles gebeurt op een ethische wijze. En daar staat men gewoon aan mas aan te schuiven. Het is dus misschien appelen en peren. Maar anderzijds, met mijn toch zonder kennis van zaken, plukt men er een aantal dingen uit die men dan gaat, gaat adviseren. Die tabakswetgeving is in Europa uniform. Hebben jullie in overal op eenzelfde manier dat jullie moeten te komen aan wetgeving? Of is dat anders geregeld? Er is een rechtleen. Er is een Europese rechtlijn. Maar daar zag je het allemaal mee. Het is een rechtlijn. Dus elk land doet nog altijd een klein beetje wat ze willen. En uh, als je daarmee... Ja, we zijn nu inderdaad uh, sinds enkele jaren actief in de US. Ja, de US en de EU vergelijkt, er is toch wel echt een uh, groot verschil. En uh, de, de, de EU ja, is jammer genoeg niet altijd zo united. Dus uh, in eerste instantie hebben wij de, ja, op de productverpakkingen hebben wij de warnings, de gezondheidswaarschuwingen. Ja, die moeten in elk land in een andere taal. Dus dat wil zeggen voor elk land, moeten we al een andere SKU hebben. Je kunt niet zeggen, gelijk op verpakkingen, volgens altijd in zeven talen opzetten. En ik ben dan oké okay voor de zeven landen. Nee, elk land anders. Percentage van de grootte van de waarneming is er een minimumpercentage, die Europa zegt. Maar de landen spelen daar nog raar een beetje mee om dat groter of kleiner te doen. Dan zijn er sommige landen die zelfs de. Wij zijn enorm, ik was er al actief bij, in feite er dichtbij geweest als TPD2, dus de Tobacco Product Directive, als die werd gestemd en gemaakt. En we hebben ons verhaal kunnen doen aan de commissie. Toen nog. Want nu, door de, een protocol van de Wereldgezondheidsorganisatie, mogen wij eigenlijk niet meer spreken met de overheid. Uh, er is nu in Nederland een Nederlander uitspraak geweest dat we wel nog een beetje mogen spreken, maar alles wat we zeggen, moeten ze het zonderdags op onze website schrijven. Dat we alles wat wij gezegd hebben. Europa komt met nieuwe directives, met nieuwe voorstellen. Op de slides van Europa staan drie anti-tabaks lobby's. Dus eigenlijk, dat is niet meer, allez, dat is totaal niet meer democratisch. Mm -hmm. Het is in feite één kant die de wetgeving schrijft. Wij mogen aanhoord worden, daarop staat alles op hun website wat we allemaal gezegd hebben. En uiteraard, ja, als ze dat dan volgen, dan volgen ze de tabakslobby. Dangerous. Dus het is in elk land anders. En uh, wat ik wil vertellen van die, uh, die directieven, de oude, TPD 2, hadden uh, dus waren te feiten, we hadden kunnen uitleggen. We hadden kunnen uitleggen: van, kijk, ja goed, uh, sigaretten. Alle onderzoek trouwens dat er gebeurd geweest is op de schadelijkheid van tabak, is gebeurd op sigaretten. Er bestaat geen onderzoek op sigaretten. Dus ja, is het schadelijk? Het zal wel. Nee. Maar een echt puur onderzoek op sigaren bestaat er niet. Dus het is gebaseerd op sigaretten. Maar je kunt dat uitleggen om kijk, gaan we zijn een ander product. We worden, de de richtlijnen die ze maken is vooral om jeugd en vrouwen te vermijden dat ze roken. Wel, wij worden gerookt door oudere mannen. Dus ja, uiteindelijk, we zitten daar zeker niet in dat segment. Het is heel duidelijk uit Europese cijfers dat er slechts éénmaal per week een sigaar gerookt wordt. Dus lage frequentie, hoge leeftijd. Dus mensen die ze er echt bewust mee omgaan. We hebben ze kunnen overtuigen daarvan. En wij hadden inderdaad gewoon twee health warnings op ons doosje. Vooraan en achteraan. En dan ze de trilogie. Een proces dat ik niet wist dat het bestond. Maar het is een gevaarlijk proces. Dus, dus dat is tussen de council, de, 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 de raad en de, de commissie. In dat gesprek heeft er iemand die zijn brillendoosje opendoet. En bij het openen van zijn brillendoosje zegt hij me ja, de tweede meest zichtbare plaats. Dat is niet de achterkant, dat is de binnenkant. Ja, dus die in tekst is veranderd. Het tweede stukje dat veranderd is, was dat de, de warnings, die moesten er stond. Shall, hè, dus in feite, cigars shall be warned like this. Blah, blah. En ze hebben dat veranderd naar een may clause. Mm -hmm. En die twee zaken in een gesprek van een uur, een soort van koeienhandel waar dat ervoor gaat over ik weet niet, over vlees en dan daarna gaat over kledij, import, whatever, ging het plots over sigaren, dus een, een moet dat toegeven, een heeft heeft dat toe, komen die twee dingen in de wet. En, uh, en dat heeft iets ja dat voor ons... Je moet de ja, Hoe kun je ze open doen? Alleen maar manueel. Mm -hmm. Dus wij moeten elke kist open doen, manueel, om daar een klever van binnen te kleven. en uiteindelijk denk je ook van, goed, de doos is al verkocht geweest. alleen wat is de, 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 de bedoeling daarvan? Mm -hmm. Ze spreken van percentages. Ja, maar uiteindelijk wij hebben dozen waar dat er gewoon teksten staan, font denk 34 of 38. En dan zegt van maar het moet erop staan, het moet leesbaar zijn, maar moet dat nu serieus font 38 zijn. Dus een absoluut een, um, ja, een, een ongelooflijke wijdverspreiding van verschillende ja, wetgevingen. In sommige landen in Ierland zijn ze al begonnen met plain packaging. En dat is in feite, ja, als dat er echt doorkomt. Ik ga zeggen, ik ben een positivist. Ik ben op een bepaalde manier iemand die uh, mee door wetgeving en door alles dat er rond zit, niet echt in de touwen laat slaan. Want het gebeurt toch, we trachten er tegen te vechten en gewoon ons mannetje te staan om uit te leggen. Maar er zijn toch sommige dingen. En Plain packaging is er een van die mij echt demotiveert. Plain packaging wil dus zeggen: zoals je op de sigaretten hebt, je, de neutrale pakjes, dat elke sigarenkist groen zou moeten worden. En dat er in Times New Roman, Oliva, Crive, Milano zou moeten staan. Op elke kist. Hé. En dat dat dus niet Dus dat je gewoon geen houten kist zoals je ze nu hebt mee mag hebben. Spreken zelfs van de sigarenbandjes. Die moeten plots groen zijn. Die sigarenbandjes mogen er niet meer uitzien zoals ze er nu uitzien. En dan als je dan gaat over de, de, de reden waarom ze zoiets doen. Ja, dan gaat het terug naar die, ja, die onderzoeken van de jaren tachtig over het sigarettenroken. En dan denk je van eigenlijk stelen die gewoon mijn merk. Je hebt jaren je in een merk. Hij zit bezig met die ontwikkeling te doen, een sigaar aficionado. Laten we zeggen, investeer je in, in, ja, in bladen daar rond, gezorgd dat je bandje er prachtig uitziet tegenover de concurrentie. En van de ene dag op de andere kan de overheid zeggen: I take it, vanaf nu is het groen met Times New Roman. Dus laten we zeggen: um, het is verschillend in Europa, soms gelukkig dat het niet overal zo zot is, um, maar, uh, maar voor ons wel een, een zeer uitdagende wereld om in te werken. En, en jammer genoeg heen, omdat er daardoor ook heel veel kleine spelers ja, ervan tussenuitvallen en, uh, en dat je voelt dat er veel kleur op de markt verdwijnt, net omdat het gewoon... Ja. kan uren over wetgeving ballen, maar het is zo saai dat ik ja, niet ga doen. Nee, is, is, is in, in vele markten uh, een probleem, zeker in, in, in de sigarenbusiness. Uh, toen wij met de sigaren begonnen, ik denk, uh, ja, ik zou zeggen voor ons al twee, maar bij jou zou dat al vroeger geweest zijn, dan uh, was daar van die wetgeving geen sprake. Ik spreek over ongeveer een twintig jaar nu dat ik uh, rook. En uh, toen we elkaar daar net zagen, want we kennen eigenlijk elkaar eigenlijk niet echt, uh, maar ook een beetje wel uh, kwam het ter sprake dat wij uh, toevalligerwijze een jaar of twintig geleden, rond die periode dat ik ben beginnen roken, jou ontmoet heb uh, op een bal in Oostende. Vleerik, ik uh, daar toen een bal. Dat. En uh, daar viel iemand op en dat was jij die daartoe met, ik denk een cortes sigaar, maar het kan ook een, een andere sigaar geweest zijn, uh, aan het roken was. Ik was daar toen een beetje mee begonnen. Ik, uh, we hebben toen elkaar een beetje gesproken, yeah, toen tien minuten die avond en um, dat is, is daar toen begonnen. Jouw eerste sigaar, uh, kan je die nog herinneren of plaatsen of uh, is dat wel moeilijk? Oh God. Um ik weet, alles is de eerste sigaar dat ik uitgedeeld heb, ik zal zo zeggen. Dat was als als klein manneken mochten we op de familiefeesten altijd rondgaan. Mijn zussen ook. Ik kreeg dan een plateautje met sigaren die moesten allemaal uitdelen. Dus dat was wel, um, dat waren uh, ook wel toffe tijden. Maar uh, mijn eerste sigaar, uh, eerlijk, uh, het is een, uh, ik heb er geen vaste herinnering aan. Voor mij is het gewoon, het is een product geweest natuurlijk die. Ja, die altijd uh, ja, rondom ons geweest is, uh, bij ons thuis. Mijn, uh, mijn vader, mijn, ja, mijn zus en ik en mijn mama hebben altijd een beetje geleefd in die sigarenwereld. Dus het was zeker niet raar. Maar, um, maar het was grappig, want wat er wel waar is, is dat bijvoorbeeld als ik in Leuven zat, heb ik eigenlijk nooit echt uh, sigaretten gerookt. Ik heb wel, ik, allee, dus ze zit dan zo 18, 19 jaar en plots zit je daar zo'n sigaar te roken. <laughs> ze zitten dan soms rond u te kijken: wat doe jij nu? Um, dus, uh, maar daardoor ook nooit echt veel gerookt en nooit echt uh, verslavend gerookt. Maar die allereerste, het zal wel een is geweest zijn en de die op bal was zeker een kortis. Uh, dat, er, uh, dat ik ergens uit het, uh, uit het schuif bij ons thuis zal gehaald hebben en, uh, en met vrienden zal gedeeld hebben. Meestal, ik heb nooit echt veel alleen gerookt ook. Het was altijd een, een sociaal gebeuren ja, voor mij. Dat is het leukste ook. Je hebt het nu al aangeraakt. Uh, jij bent de derde generatie. Van, uh, in de familie van der Marlieren, die uh, de handen en de sigaren met elkaar connecteert. De Primus, uh, het was grootvader van der Marlieren, Maurits, denk ik. Klopt, dan. schitterend. Uh, is dat voor hem een, een hobby geweest die hij omzette naar professioneel? Ik ga daarmee beginnen in België, of hoe is dat precies gelopen? We keren terug, 1926, dus uh, bijna 100 jaar. Wat dat wel voor drie generaties eigenlijk, alleen normaal gezien in 100 jaar hij vier generaties, maar bij ons zijn er, uh, er maar drie. Dus um, 1926, mijn, uh, mijn grootvader was een uh, koster daarvoor. Dus hij, hij speelde in de kerk de, de liedjes aan elkaar. hij laat ons zeggen, um, misschien zoals sigaren nu soms zijn, maar koster toen tijd, dat was ook een beetje een uitdovend beroep. Hè. Eind 1800 kost je daar nog goeie een boterham mee verdienen, maar dat begon wel een beetje te minderen. En, um, dus hij zocht ja, iets anders om te doen hij was wel ondernemend uh, en, uh, en hij heeft een winkeltje geopend in Moen een uh, klein gehuchtje in, uh, in West-Vlaanderen mooi gehuchtje wel en uh, een winkeltje die um, onder andere sigaren verkocht maar ook andere specerijen dus in feite, toen tijd je zit 26, je hebt nog steeds uiteraard alle kolonies. Ik bedoel, maar nog weinig kolonies zijn onafhankelijk, dus nog veel producten uit die kolonies die komen en die moeten beschikbaar gesteld worden. Dus de specerijen, maar dus ook tabaksproducten en dus ook sigaren. En um, waar dat in een kwinkslag van komt, weet ik in feite niet. Uh, maar hij heeft op een bepaald moment effectief vier machientjes gekocht. En... Um, en met die vier machientjes op zijn zolder zelf sigaren beginnen rollen. Ik vind dat fantastisch. Dat is echt. We spreken nu van start-ups. En het zijn meestal tech-start-ups. Ik bedoel, die, die er nu, laten we zeggen, de ronde doen. Maar toen had je dus sigaren-start-ups. Kun je je dat inbeelden dat er hier om een keer achter de noot in, in België. Iemand plots zegt: Van ja, ik zal nu sigaren beginnen maken. Dus effectief sigaren uh, beginnen maken. En dan, ja van waar komt die tabak? Bij? uiteindelijk in onze regionen, België, Nederland, was er heel veel Indonesisch tabak die gebruikt werd. Dus de Nederlanders die hadden in feite, ja, in Indonesië als kolonie, die wilden ook tabak importeren, die wilden dan niet allemaal aan de Spanjaarden blijven kopen. Dus die zijn beginnen tabak kweken in Indonesië en hebben er echt ook prachtige dingen gedaan en mooie tabakken gekweekt, die vandaag nog gebruikt worden, zelfs in oliva. Zeker in Cortés en een andere producten, maar zelfs in oliva. En, uh, en goed, ja, dus, uh, die tabak gekocht, er waren dan handelaren die, rongs, die langskwamen om, uh, om die tabak te verkopen en beginnen inderdaad sigaren rollen. En dat groeide en dat groeide. Op een bepaald moment, uh, leuk side note, heeft hij, uh, ja, hij had plaats te kort. En zijn een buur had dat gezien. En uh, zijn een buur zegt: Hé, Maurice, ze bent te goed bezig. Ja, 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 inderdaad, ik heb met je plaats gezet. Maak Maakte gat in je zolder. Hij moest mijn zolder ook gebruiken. <laughs> dus die hebben hem dan gehad gemaakt aan de zolder. Dat was dan zijn eerste uitbreiding, was de zolder van zijn buurman. En na tien jaar ongeveer werd dat ook te klein. En heeft hij in feite verhuisd naar Heestert, waar hij dan de eerste, eerste echte fabriek gebouwd heeft. Hij heeft gewerkt dag en nacht. Maar hij heeft acht kinderen uh, verwekt ook. Zeer, dat is dag en nacht gewerkt? Dat is ja. dag en nacht werken. Nee, <laughs> ja, bedoel. Maar goed, zeker ook eren aan mijn, aan mijn grootmoeder. Uh, Mimé Angèle, en, uh, en zij, uh, Dus uh, acht kinderen ter wereld gebracht um, en nog een leuke kwinkslag naar Antwerpen was dan uiteindelijk, ja, dus die, dat, dat bedrijf blijft groeien, de kinderen komen erin nu of wat. Uh. En uh, er zaten daar, uh, de meisjes die toen kwamen werken, uh, ik denk dat schoolplicht was tot, uh, tot 16 toen zoiets. En dus kwamen ja, werken aan, aan 16, ja, mooi, was er gewoon geen keuze. Dus die meisjes kwamen werken, of het was nog jonger, hè? het was 14. En, uh, en toen kwamen de, de maanstonden, die kwamen in feite wat later. Dus, uh, dus op een bepaald moment was er dus een van die meisjes die in de fabriek werkte. En die zei van. Uh, Madame, hey, ik voel me eigenlijk niet lekker. En uh, het was duidelijk, het was waarschijnlijk de eerste keer dat ze haar maanstonden had. En mijn mee zei: Kom maar mee. En zij mocht dat mee van in de fabriek naar, uh, naar de living. Ze mocht daar even in. Zet u even in de zetel. En ze mocht er even in de zetel zetten. En mijn mee Angel ging in de kast. Een uh, uh, vieux en vers, niet? Een uh, elixier d'anvers. vers. Mm -hmm. ja. Een elixier Een klein shotje, drink dat maar op. Een klein shotje, een elixir dan vers. kwartiertje neerlijn en dan. Was het was al beter. Ga maar terug naar de fabriek. Grootmooterswondermiddel. Ondervoor, Onvoorstelbaar, echt. Ik heb nog al altijd een fles, ik zie dan vers thuis staan. En uh, ik vind dat een, een schitterend verhaal. Maar gewoon, ja, nogmaals, de tijden moeten ik herin beelden. Wat spreken we? 80 jaar geleden, nog niet toe. 65, 70 jaar geleden, over nu, allee, you can't imagine. Maar goed, ze hebben doorgedaan. Um, ze waren met acht kinderen thuis. Drie ervan zijn niet actief geweest in de zaak. En, uh, en vijf ervan wel. Uh, vier kinderen en één, uh, één schoonzoon. En, uh, en elk kind deed wel iets. Iemand was... Uh, Frans was verantwoordelijk voor de tabak. William voor de fabriek. Uh, Raf ging op de weg. Bedoel, dus Iedereen had zijn ding. En mijn vader die was de jongste van die acht. Dus uh, mijn grootvader was vijftig als, als hij geboren was. En, uh, en als die hij toekwam, ja, waren de ja, de taken waren gelijk al verdeeld, maar hij had uh, marketing gestudeerd en er was nog niemand echt bezig met marketing of met merken. En hij zegt van ja, iedereen focust hem op België, ik zal mij focussen op alles wat dat niet België is. En zo had hij effectief ook zijn takenpakket. En, uh, en zijn ze in de jaren, is rond 65 begonnen, en in de jaren 70 hebben we in feite twee, um, ja, voor mij dus, hebt de start-up van mijn grootvader, en dan fase 2, waarin dan ze voor mij de grootste risico's genomen hebben, was echt in de jaren 70. Dan hebben ze het bedrijf NEOS overgenomen in Hans samen. Dat was al een merk. Dus dat was de eerste keer dat we echt in contact komen met een merk. Mijn grootvader had wel een merkje, maar het was veel meer private label die we deden. Dat was ook tabak, NEOS. NEOS was ook ja. sigaren. Ah, ook sigaren. Ook ja. sigaren. Ja. Okay. En, um, en dus het bedrijf NEOS overgenomen. En in feite was dat een beetje, de bankier zei: is dat hier David die Holi had overneemt. Ze waren bijna groter dan ons. Dus echt, voor mij, een echt ondernemersrisico genomen. Als het genomen. Uh, als het daar niet goed ging aflopen. Dan, um, ja, dan ging het ook gewoon slecht aflopen zijn, dan was het ook voorbij voor allemaal. Dus dat vind ik ook wel, ik, voel, ja, ik ben ondernemer, fine, maar ik voel me soms een luxe ondernemer, omdat ja, als ik het allemaal zo knal, en ik bedoel, ik kijk ik nog mijn huis en ga ik mm. nog een boterham hebben om te eten. Um, zij hadden dat niet. Ik heb er heel veel respect voor, en ik denk er is toch veel aan van chapeau wat ze allemaal gedaan hebben in die tijd. Nog een ander bedrijf overgenomen, waaronder dus een, een, een bedrijf Taf, in, uh, in Leuk, waar ze de merken van overgenomen hebben. En een van die merken was Cortés. Hmm. En dat was een groen doosje. En uh, alles was toen groen, rood, bruin, de klassieke sigarenkleur, ik ga het zo zeggen. Wit. En, uh, en mijn vader die heeft dat veranderd in een blauw doosje. De marketeer en... die uh, zegt... Absoluut. Onderscheid maken. Ja, inderdaad, en onderscheid maken. Absoluut, dat was het. He. En in het begin in de markt was dat soms aanzien als van Magido. Maar wat kom jij nu? Alleen een blauwe doos, dat zal nooit werken. En, eh, Maar bon, bleek dus wel te werken. Het was effectief ons eerste succes, gewoon toch vanuit het niets komende. We zijn dan ook gestart in Frankrijk met die verkoop. Het was ook de, ja, het succes van ons team in Frankrijk, waardoor dat we nu veertig mensen hebben op de weg die in feite dag in dag uit onze sigaren verkopen aan de Debiet de Tabas. En zo zijn Neos en Cortez in feite binnen die wereld uh, nog steeds de merken waar wij op verder bouwen en, uh, en verder trachten uh, dingen te doen. En blauw, omdat ik stond te breken. Nee, nee. Dat was, uh, uw papa zei, blauw, want die club bestaat nog niets. Of zit er een bepaald verhaal achter als, als marketeer? De twee, nee. Dus inderdaad, van hoe val ik op in dat rek? Maar. Um, mijn papa was zot van de, van de Côte d'Azur. En uh, goed, als ik hem zie kijken naar het strand, dan ik altijd dat hij kijkt naar die schone meisjes. Maar hij zei <laughs> dat hij toen keek naar die zee. En die zee toen zag tijd zag er iets minder groen uit dan vandaag, maar die was azuurblauw. Dus laten we zeggen van, van het, het lichte azuurkleur naar het donkere blauw van Le Grand Bleu. En, uh, en die kleurschakering was in feite de kleurschakering die in dat pakje zat. En was echt iets dat hij daarin, uh, daarin ja, mee opgenomen heeft ja, en waar ja. hij zijn uh, ideeën uitgehaald heeft geweldig. Ja, echt mooi. Ik denk, zei je vader ook, voor een deel, want dat is altijd een, een samenwerking. Uh, is, is dan is echt van de grond gekomen door het, het opviel binnen... Uh, ja, absoluut. Ook. Zij, het is niet eens dat ik een merk had maar voor mij een merk is ook, die sigaar werd duurder verkocht dan de rest. was ook hoog kwaliteitsvol, dure tabakken gebruikt, dus dure elementen verkoop je duurder en mensen blijven het kopen. Ja, bon, dan, dan denk ik, kun je spreken van een merk. En, uh, en goed, ja, bon, dat de... Dat, dat, dat heeft ons een, ja, een lift gegeven. En zeker in België, zeker in, uh, in Frankrijk. Maar dan zijn we ook met eigen teams begonnen in Spanje, in Italië. Dus het, het is ook een verhaal van continu blijven investeren. We zijn continu blijven, uh, ja, laten we zeggen, de centen uh, die uit het bedrijf kwamen, er herinvesteren, er terug insteken. En er in feite ervoor gezorgd dat het bedrijf kon blijven groeien en bloeien. En we hebben, um, dus dat was oké, okay, die, die generatie doet door. En ze hadden ook. Uh, uh, iets dat toen nog niet bestond: uh, een charter. In feite, hij was niet getekend, maar hij was, wel uh, hij was wel besproken onder elkaar. En de charter was van als er niemand van uw kinderen aan 65 jaar in de zaak werkte, dan werd je verplicht als een van de telgen om je aandelen te verkopen aan de rest. En zo geschiedde in feite. Mm. En uh, door omstandigheden zijn er, uh, ja, was er één neef slechts actief in het, uh, in het bedrijf. En die neef die is dan ook begonnen, die zit nu in de, in de roltabak heeft een eigen zaak uh, die hij wou opstarten. Maar uiteindelijk um, heeft dat wel geholpen om ervoor te zorgen dat A. we nog een goede familieband hebben. We hebben nog steeds familiefeesten waar iedereen op aanwezig is. En dat is toch wel een zeer belangrijke value die we willen behouden en die ik uh, tracht. Zoveel mogelijk te respecteren. Maar B, we hebben er ook kunnen voor kunnen zorgen dat er eenduidigheid was in het management en eenduidigheid in de, in de visie van het bedrijf. Dat er geen, um, ja, vaak zie ik, zeg, de. de de grootste atoe van een uh, familiebedrijf is, kan de familie zijn, want het is ook vaak het grootste gevaar dat er schuilt in een familiebedrijf. Als het plots niet meer goed gaat, of er zijn toch relationele problemen binnen de familie, dan, um, ja goed, dan kan het soms slecht gaan met het bedrijf. En dat heeft ervoor gezorgd dat uiteindelijk, ja, doordat dat aan mijn vader zijn handen kwam, he, dat we er ook een, een verdere visie kunnen achtersteken hebben en, uh, en trachten verder te bouwen tot waar we, waar we nu zitten. Mm -hmm. Dat is een familiaal bedrijf vind ik altijd. Dat is een kracht. Wie weet ik om? Mijn broer en ikzelf en ook <laughs> bij jullie. Uh, maar, maar, het is natuurlijk andere wijze van discussiëren met elkaar en in, dat zijn dan op de raad van bestuur in een bedrijf waar men die bloedband niet heeft. Naast het, het blauwe pakje zeg ik ook, want op de website van uh, van de sigarenfamilie van de Marlieren. Zeer leuke website trouwens, met een aantal leuke filmpjes. Is het, uh, het was volgens mij grootvader, het kan ook vader geweest zijn, maar dat weet ik nu niet uit het hoofd, die mij aangaf van een van onze uitvindingen of zaken die we dan op een gegeven ogenblik hebben ingevoerd. Dat was, we gaan nu sigaren, ik heb het voorbeeld van de perlinicus, we gaan sigaren per stuk verkopen. Ik zou zeggen, ja, een normaal idee, maar blijkbaar iets dat toen niet gebeurde. Nee. Dus. Inderdaad, totaal niet. En, uh, en dus op die manier zijn die, die koffers gekomen, die we dan in de mm -hmm. horeca ja. geplaatst hebben, die er ook voor gezorgd hebben dat kort is, wat bekender werkt. Uh, zeker laten we zeggen, allee, uh, mensen van ja, onze generatie of zo, we hebben dat allemaal nog gezien en uh, nog meegemaakt. Maar dat was het. He. Hij, uh, hij reisde met, uh, met de auto toen nog uh, heel veel. En uh, als toppende aan een, uh, aan een tankstation, een, een mooi chérietje was. <laughs> Je zegt ja, ik eet graag chocolaatje, maar ja, geen hele doze praline. Nee, en dus zegt hij van. Ik dan graag, zo, ja, twee stukjes. Hij zei: Ik vond dat gemakkelijk. Ik kon daar twee moncherietjes kopen en dan kon ik dat met gemak opeten. En was ik weer vertrokken. En zo is inderdaad het idee gekomen. Zijn we met die tubes gekomen en zijn we met individueel gebandroleerde sigaren gekomen, die we dan Binnen de horeca bijvoorbeeld ook uh, effectief geplaatst hebben. En dat was een prachtig verhaal. Ja, jammer genoeg, nu compleet uitgedoofd door, mm -hmm. uh, door alle rookverboden die er, die er gekomen zijn. Maar, um, maar het, heeft, ja, het is uh, zeker een, een, weer al een element mm -hmm. geweest in het, uh, in het succes. Mm -hmm. nou, dus als advocaten zijn wij zeer vaak op de baan, ook, ook s'avonds, gevangen van, van Hesselt, van Brugge. Ik probeer altijd wel een sigaar bij te hebben, vooral als ik uh, daartoe uh, zin zou hebben na een lang gesprek in de gevangenis met een cliënt. Maar dan stel ik mij voor stel nu, dat ik gewoon daar in een taxation zou kunnen stoppen en dat daar gewoon een mooi aanbod van een aantal uh, mooie sigaren zou liggen. Dus eigenlijk wel zijn een tijd vooruit, ver vooruit. Ja, absoluut. En dat is niet meer mogelijk. Het is een zeer mooie familiegeschiedenis. Uh, onze podcast is steeds ten voordele van een goed doel. Ook jij hebt een goed doel gekozen en ik maak even het bruggetje nu met de familiegeschiedenis omdat je hebt voor de mensen die doneren voor jouw goed doel, dat je dadelijk mag beschrijven. Je hebt een gans pakket bij met zeer mooie prijzen. Ik zal het zo benoemen: zeer mooie items. Die uh, dan een persoon wiens uh, naam getrokken wordt door de zeer onschuldige Hans hier op kantoor, uh, zal mogen bekomen. En ik zag daar onder meer, dat kan ik al wel verklappen, van Herzelen een uh, familiekroniek chroniek uh, die daarin beschreven wordt. Fantastisch. Wat is het goede doel dat jij gekozen hebt? Ik heb voor um, Streetwise gekozen van uh, Arno Traschijn. Uh, ook een topondernemer in feite uh, in zijn vak. Mm -hmm. want zo zeggen. Iemand die, uh, ja, zijn, met, met heel veel allee, idealen vertrokken is op een bepaald moment naar, uh, naar de suburbs van grote steden, naar de echte favela's. En, uh, en geprobeerd om die jeugd die daar zit en die eigenlijk uh, gedoemd is om een, uh, ja, een heel zwaar leven te, 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 tegemoet te gaan. No exits at all. Uh, die te proberen iets van scholing te voorzien. En uh, hij is dus gestart met Mobile Schools. En, uh, en Mobile Schools was in feite, dus ja, mobiele schooltjes. Het is een kar die je aan de auto hangt. Je gaat echt midden in de, ik zeggen, in de favelas en trekt die kar uit. Dan heeft hij onmiddellijk vijf, zes borden. Zeer veel didactisch materiaal. En, uh, en zo tracht hij iedere maandag in dat hoekje te komen en de aandacht te trekken van de jeugd die er zit. Intussen, denk ik, zitten ze, oh, ik denk 25 zoiets, uh, mobile schools als hem, wereldwijd. We hebben er eentje, ons jongste zoontje, die heeft jammer genoeg geen centjes op zijn spaarrekening gehad voor zijn geboorte. Maar uh, hebben we ook voor mobile schools in feite gewerkt. En hebben dan in Sri Lanka, waar we ook een bedrijf hebben, feite een mobile school kunnen, uh, kunnen doneren. Dus een zeer mooi verhaal. Voor mij is het ook al bewezen dat het werkt. Er, zijn, uh, er is een dame die ik ken in, uh, in Nicaragua, die, uh, die echt uit de middel of nowhere komt. En, uh, en die nu heeft kunnen studeren en nu uh, ja, werkzaam is in de hoofdstad en een, een mooie job heeft. Maar het mooiste aan het verhaal, dat is, dat is schoon, dat is fantastisch, mm -hmm. maar uh, het mooiste aan het verhaal vind ik hoe hij dan gedacht heeft over zijn uh, fondsenwerving. Op een bepaald moment zegt hij van oké, okay, ja, jaarlijks, vrij tof, maar ik heb ik weer centen nodig om mijn ding te laten werken. Zegt hij, elk jaar moet ik daar gaan melken en gaan vragen, mag ik alsjeblieft? Zegt hij, dit is niet goed, hè? En hij is in feite beginnen denken van, hoe kan ik geld verdienen? En dan is hij uh, ja, op het idee gekomen, dankzij de kinderen van de straat, heeft hij een keer gekeken en dan zegt hij, wat kunnen we in feite van die jeugd daar leren? En die jeugd daar, die moet uh, ja, in de straat uh, vaak gaan ze verkopen. Dat is een van de jobs die ze het meest van al doen. Dus ze gaan dan uh, ja, koekjes gaan verkopen, of je ziet het, hey, zo aan de rode lichten, als je stopt, of, uh, of je ruiten was of allemaal zo'n ding. Maar vaak is het sales. En hij zei zegt hij, ik vond dat frappant. Sommige meisjes... Kwamen naar huis en hadden 100 koekjes verkocht en een ander maar 25. Wat was het verschil? Hij heeft dat begonnen analyseren. Hij heeft de, ja, een hoop tips en tricks from the street heeft omgezet in een soort van trainingsmodule. En die trainingsmodule dan beginnen geven aan salespeople on the road in Europe. Dus je gaat naar Coca-Cola, je zit bij Danone, je zit bij al de grote bedrijven waar hij dus salespeople trainingen heeft. Je wordt goed betaald. Trainingen zijn meestal ja. uh, goed betaald. Ze dus heeft een totaal, maar een Compleet marktconforme vergoeding, mag ik het zo zijn. En met dat geld kan hij zijn organisatie betalen en kan hij in feite alles rundende houden. En dat vond ik schitterend. Hoe dat je kunt starten uit een ideaal, starten uit een pure VZ2, bla bla. Maar hoe dat je jezelf dan uitvindt, echt als ondernemer, mm -hmm. ik vind dat schitterend. En daarom vind ik dat Streetwise het wel verdiende vandaag. Mm -hmm. Zeer, zeer mooi goed doel. Ik was zelf bij het WK. Het is nu WK-tijden in Qatar, eh, Brazilië ben ik zelf naar toe geweest om de Belgen te gaan uh, toejuichen. En heb ik ook in uh, Rio de Janeiro, daar uh, op een motor, ben ik daar gegidst geweest door de favelas. Dat is effectief voor die kinderen die daar... Dat is een beetje het kastsysteem van India, denk ik. Daar gaat je eigenlijk niet echt uit, tenzij je goede voeten hebt en voetballer wordt. Maar voor de meisjes is dat natuurlijk een ander verhaal. Dus uh, zeer, zeer uh, warme oproep bij deze, dat uh, mooi gedoneerd wordt voor het goede doel gekozen door Fets dat zal uh, een mooie plaats krijgen en degene die dus zoals gezegd daarvoor doneert, die zal ook uh, indien zijn of haar naam geloot wordt of uh, uitgetrokken door de onschuldige hand, zal daar uh, zeer mooie en, en daarvoor ik dank Fred. Uh, ik heb uh, even mogen uh, kijken in hetgeen je allemaal bij hebt voor die uh, winnaar. Het zijn zeer zeer mooie prijzen die uh, aan hem of haar zullen worden toegestuurd. Uh, de mensen die hebben gedoneerd voor de aflevering met uh, Matthias. Dubbelaar welvaart, dus de privacyactivist, zoals ik hem noem. Uh, daar is ook uh, iemand uitgeloot. Die zal uh, kunnen kijken op onze Instagram-pagina. of hij of zij gewonnen heeft. En uh, zal dan ook de mooie prijs toegestuurd krijgen. die Matthias had voorzien. Ja. Ik, ge... had, uh, trouwens. Ja. ik vind dat een schitterende concept. om dat effectief. We daarin moeten bij te trekken. iets uh, terug te doen hè, voor de maatschappij. Nee, nee, en cent, en uh, we komen zo ook op uh, bepaalde verhalen. die de mensen ook interesseren. En dat ja. is altijd zeer fijn. Um, de familiekroniek die dus de winnaar op zijn minst kan lezen en andere mensen ook via de webstick onder meer van de, van de Mallieren. Op een gegeven ogenblik komt daar Frit in beeld. Um, ik kan mij voorstellen dat het dan niet altijd eenvoudig is om dan te kijken, ja, gaan we nu onze jongste of onze oudste daarmee in bedrijf hijsen? Was het voor jou altijd zo voorzien van oké okay, als Frit daar een bepaalde leeftijd bereikt of hij aan de bel trekt, dan komt hij hiermee? In het bedrijf aangeschoven of is het een beetje anders gelopen? Voor mij niet, ik zou het zo zijn. Naar mij toe, ik heb nooit een, uh, een druk gevoeld, laat ons zo zeggen, van iets die moest. Uh, ik heb uh, een schitterende jeugd gehad, me nee, uh, enorm geamuseerd. Ik heb twee oudere zussen, toffe madams, maar tien en veertien jaar ouder. Dus uiteindelijk, uh, je zou het niet zeggen, ze er even nodig, maar ze schreven wel zoveel. En, uh, en dus natuurlijk, ja, bon, uh, leuke jeugd gehad, uh, door en dankzij hen ook. Maar dan naar Leuven geweest, en in feite TV gedaan, en uh, Erasmus gedaan, en uh, in feite allemaal dingen. Ik heb wel, een thesis ging een beetje over de tabak, en dan als ik 18 jaar was, ik keer in de tabaksvelden, uh, twee maanden gaan werken en echt gaan plukken. Nog een uh, leuke side story trouwens, dat ik straks nog even ga vertellen. Maar, uh, dus uiteindelijk... Kom je daar uh, kom er continu mee in contact? Maar net zoals mijn zussen er continu mee in contact kwamen. En uh, mijn ene zus die was actief bij een bedrijf dat roltabak deed, dat we verkocht hebben. Dan wel. Zij werkte daar fulltime. En uh, toen dat ik gedaan had met studeren, was ik in feite op zoek naar een job Allee, ergens anders. Ik had het zo, uh, bij Duvel vond ik het, uh, ik heb gesolliciteerd. Uh, ik heb een paar, uh, ik vond dat, uh, zeker bedrijven met merken, en uh, als het met genotsproducten is, dat was het veel te beter, interesseert mij wel. Zonder daar per se nu een, een grote, nogmaals, druk op te zetten of, of te zijn van... En op een bepaald moment bel mijn, uh, mijn vader mee voor te zeggen van, Fred, ja, we hebben hier een, een job voor iemand en um, eigenlijk, goh, het is een nieuw product dat we willen lanceren. En als het niet lukt, zou ik dan die kerel na drie of zes maanden onmiddellijk langs de kant willen zetten. Ik zei oké. Okay. Mooi vertrouwen. Ja, inderdaad. Ik zei, ik weet niet wie hij daarvoor had in. Ja, dat is misschien iets voor u. Ik zei, oké, okay. nice. En, um, bol. Uh, zo binnen gerold, en uh, dat was het over de roltabak, ik heb dan twee, dat, twee jaar daar in dat roltabakbedrijf gewerkt. Ik heb die zes maanden overleefd. Mm -hmm. en, um, en dan in feite kwam de job in Sri Lanka vrij. Uh, het is een discussie tussen, mijn vader en ik en niet veel discussies, maar één wel. En hij zegt dat hij thee aan mij gevraagd heeft, ik zeg dat ik het aan hem gevraagd heb. Maar dus, uh, side note, we zijn naar, uh, naar Sri Lanka, ik ben naar Sri Lanka vertrokken. Wat is uh, Sri Lanka precies uh, gelokaliseerd? Dat is inderdaad, uh, wij in de jaren 80, uh, ja, zaten we een beetje, wat net de grote crisis achter de rug, de oliecrisis, hé, dat we zoals een beetje nu in zitten, met die hoge interesten, uh, hoge loonsverhogingen. En begin de jaren 80 was het de feite, de periode dat de besprekingen waren om een mindere urenweek te hebben. Dus we gingen van 42, denk ik, tot dan ja, naar 38, naar 36 uur en half gaan, met behoud van loon. En mijn vader maakte die berekening en die zei van, my god, als wij hier moeten blijven sigaren maken in België, aan die lonen, no way. Ja, we hebben concurrenten zitten in Hongarije, we hebben concurrenten in Duitsland, en ik bedoel, wij kunnen niet mee. En dan hem, uh, heeft hij echt gezocht van, hoe kunnen we het meest arbeidsintensieve deel van het sigaren maken misschien ergens anders leggen. En zo zijn we beginnen bobineren, en dat is in feite het uitstanzen van tabak. En uh, de wrapper, het buitenste blaadje van de sigaren, whatever, die we in feite uitsnijden en dit Kost enorm veel tijd en is een manueel werk. Je kunt daar niet vanuit. En uh, dat hebben we dus beginnen doen in het buitenland. En, uh, en we zijn toegekomen op, uh, op Sri Lanka. En uh, in Sri Lanka, in, uh, dus gestart in 86, denk ik. Oh ja, het is nu 35 jaar dat we het gevierd hebben. Uh, met de, dat bobineren te doen voor onszelf en voor derden. Prachtig werk dat we in feite gedaan hebben. Want als je het nu bekijkt, en nu zitten daar... 2500 mensen dagdagelijks ja. te bobineren voor ons, maar ook voor, uh, voor andere conculegas. Dan doen we dat in feite, stansen wij die tabak uit. Dus in de jaren 80 gestart en uh, nu nog steeds actief en voor anderen ook. We hebben een bedrijfje ook in de Dominicaanse Republiek die net hetzelfde doet. Dat hebben we zes jaar geleden gestart, omdat er Amerikaanse klanten waren die niet naar Sri Lanka ja. wouden Maar Het geeft ons ook een balans over die twee landen. Dus daarom, Sri Lanka, het bedrijf bestond er al, want altijd uh, jonge gasten die naar daar uh, gestuurd werden. Hey, uh, Papa noemde het een klein beetje de, mission, de nieuwe vorm van missionaris. En, uh, dus ja, ik was ook een van die jongens die naar daar mocht gaan. Vertrokken, uh, eerst zonder uh, mijn vriendin, die nu mijn vrouw geworden is. <laughs> dus zij is dan ook achtergekomen na zes maanden. De Sierlankezen zitten zit zit mooie vrouwen tussen. De mannen. Ik zou me in de Dominicaanse Republiek gezeten hebben. Ik weet niet of dat ze ging achterkomen in dit <laughs> geval. Maar um, uh, het was een uh, schitterende, uh, mooie ervaring daar gehad om dat bedrijf daar te mogen leiden. En uh, ja, zo in feite echt in het bedrijf beland. Na vier jaar teruggekomen naar België. En in België dan een beetje van alles gedaan. En een zeer, zeer natuurlijk verloop geweest tot. Dat ik plots de eindverantwoordelijkheid had, zonder dat ik het echt besef dat ik het uh, gekregen had. Mm -hmm. laat het zo zeggen. Mijn vader was daar een zeer slim in, hoe dat hij dat aangepakt heeft. Uh, om ervoor te zorgen dat, laten we zeggen, niet met een grote Big Bang van ik stop nu en nu start Fred. Ik ben toegekomen in België, Ik heb uh, mee bezighouden met de dingen waar ik zelf aan de probleem was. IT was niet zijn. Grootste interesse. Ik heb samen met een it vrij veel gedaan. Benelux had geen, uh, geen patroon op dat moment. Ik heb dan eventjes de Benelux geleid. En zo beetje bij beetje ja, bij een betrokken geweest. En, uh, nee, ben, mijn vader is een schitterende allez, mentor voor mij geweest. En heeft uh, voor ons als familie in feite, enorm, enorm veel be betekend, uiteraard. En hij is gelukkig nog in leven. Mama is vorig jaar gestorven. Maar uh, daddy is er nog. En uh, we zijn er apen trots op. Mm -hmm. Dus ja, maar zo ben ik be beland in het bedrijf. En. Um, en op een bepaald moment, dat was in feite het verhaal van mijn vader die, die de overgang deed. Op een bepaald moment waren er vergaderingen, productievergaderingen, dat hij zei: van, Kom er een keer bij. Ja, ook beginnen de verslagen te typen van die vergadering wow. en, uh, en na vijf vergadering plots zegt hij: ja, Belt hij me ja, maar Ik ga er niet geraken op die vergadering. Ja, maar ja, ik zei: Oké, okay, maar als ze uitstellen. Nee, nee, maar doe ze maar. Doe ze maar. Okay, okay. Dus we doen ze. Grote beslissingen: uitstellen. Nee, wow. we wachten tot aan meneer Guido er is. Ja, ja. Dus volgende keer: weer vergadering. Weer afgebeld. ik zei: dat die moet wel beslissen. Ja, waar beslist dan? <laughs> Zo is in feite de manier geweest voor hem om op een bepaalde manier die overgang te doen. En op een bepaald moment stond hij dan in mijn bureautje, ik had het kleinste bureautje van allemaal, en zegt hij van, ik ga meer thuis werken nu. Ik zei, oh, schitterend. Dat wil zeggen dat hij met een bureau mocht hebben. Ik zei, oké, okay. dat gaat dat waarschijnlijk het moment betekenen. Um, en hij heeft zo geleidelijk aan uh, die afstand genomen en, uh, en zo ook een beetje de, de relijk kunnen overnemen. Mm -hmm. dus, uh, Natuurlijk en geleidelijk is ja, het eigenlijk gegroeid. Dus absoluut. Een ja. zeer gezonde manier, maar het mm -hmm. zo zijn. En ook altijd ik kan wel zijn, ik denk dat uh, van, de, van de andere kant heb ik altijd gerespecteerd dat het moment dat jij nog patroon was, dat jij ook de finale beslissing nam. Mm er -hmm. waren er er ook waar ik absoluut niet mee akkoord was. Of er waren dingen dat ik absoluut wou doen, dat jij dat niet wou doen. Maar ik heb me daar nooit enorm, allez, laten we zeggen, rondgestoord. Ja. It was like that, turn the page, next thing. Yep. En ik denk dat dat wel uh, soms iets is. Nu, mijn vader en ik schelen ook 40 jaar. Dus die grote leeftijdsverschillen helpen wel, denk ik, ook mm -hmm. om een, een gemakkelijkere een overgang te hebben. Mm -hmm. De twee zussen, je zegt 10 en 14 jaar verschil. Ik las uh, in, in kranten, op websites, komt de naam van de Marlier wel een keer voor: dat er ook de Stroper in Tenerife, dat daar wel wat investeringen gebeuren, en aan ondernemen gedaan wordt. Dat zijn dan voornamelijk de zussen die dat doen? Of is dat ook iets wat je, je samen met hen doet? We doen het samen voor alle duidelijkheid, maar, maar het is vooral inderdaad, dat is mijn zus Sophie mm -hmm. die in feite de, de real estate tak laten we zeggen wat, wat leidt, en die ook de koekjes uh, chairwoman is van de koekjes dus we zijn een moderne firma en, uh, en mijn andere zus Katrien, die werkt met, uh, met haar man, die een bedrijfje heeft in uh, vernissen, uh, houtvernis mm -hmm. dus, uh, dus die zijn alle twee ik heb gewoon de natuurlijke historiek verteld dus zo zie je, ja, niet in de sigarentak mm -hmm. beland en, um, en ze hebben mij dan ook een een cadeau gedaan, ik ga het zo zeggen. Op een bepaald moment kwam ja, die directieve kwam af, dat ik er net over verteld heb. Dus ja, wat gaat dat zijn? Wat gaat dat geven? Dat gaat dan een zware, uh, zware dobber zijn. Onze winsten die stonden al soms een beetje onder druk. Het was alles is niet dat we prijzen konden verhogen zomaar. Het waren eerder de taksten die verhogen. Dus we konden moeilijk mee met die prijzen. Dus de toekomst die zag er een beetje niet zo rooskleurig uit. En ik vond het wel leuk om in die sigaren te werken, maar ik was wel een klein beetje nerveus van miljard. bedoel als twee derden van de aandelen, hein? mijn twee zussen hadden we zeggen, ja de meerdere hebben, dan ik leid en op een bepaalde manier ja doe ik het niet goed. Of, 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 of Ik me met mijn kop tegen de muur lopen, wat dat dan? En we zijn in feite het gesprek uh, gestart in 2014 en, um, en finaal tot de conclusie gekomen hun aandelen allee, uh, dat ik hun aandelen mocht kopen. En ik heb mijn derde gekregen van mijn vader, gelukkig. Ik heb die niet moeten betalen. En dan heb ik in feite dus twee derden uh, gekocht. En dat was voor mij een... Uh, ik heb geen... Een, uh, ik heb leren gedaan, maar ik heb geen een MBA gedaan daarnaast. Maar dat was voor mij echt een MBA. Je had een bank moeten gaan, dan een uh, mm -hmm. de bank ook. Ik bedoel, laten we zeggen, uh, kwartaalrapportages moeten doen. Dus enorm veel, enorm veel geleerd van die overname te moeten hebben gedaan. Even uh, met de gezonde stress geleefd, ik ga het zo zeggen, uh, over die, uh, die terugbetaling. Maar finaal, ja, bon. twee jaar daarna is er dan uh, iets anders nog op mijn pad gekruist die, uh, ja, die, die, die de wending van het bedrijf wat heeft doen veranderen. Oh. En, de, en dat was Oliva. Oh, want je bent iemand die dan in België actief is met machinaal, dan kort is, is dat vooral machinaal. Ja. Uh, dus de stap naar handgerold, naar effectief de sigaals. echt ambachtelijk luxe product. Als mm -hmm. ik het zo mag zeggen, we ook een we van de wijze van, van, van het maken, het vervaardigen. Uh, is dat ook een beetje zoals de, de David en Goliath, waar je dat net over sprak, dat was toen voor het bedrijf toch wel iets wat een enorme sprong was? Ik kan me voorstellen, als je van België naar Nicaragua gaat, Oliva en daar ook een bedrijf wil overnemen, was dat voor jou een, een prospect van: ik ga nu naar daar vliegen, ik ga het een keer overnemen? Of is dat een hele weg die daartoe is, heeft geleid? Ik ben uh, Napoleon niet, heel ik ga het zo zijn. Dus um, Het is een hele weg die daartoe heeft geleid. We hebben. Uh voor mij, toen ik begon, heb ik, uh, toen dat ik terugkwam van Sri Lanka heb ik het geluk gehad, via mijn vader ook natuurlijk, in Europa alle machine-made fabrikanten een kunnen bezoeken. Dus dat zijn vaak nog familiale bedrijven. Dus die families een keer kunnen zien, die fabrieken een keer kunnen zien. En het was leuk, het was fantastisch, maar ik miste soms wat de, de echte passie, laten we zeggen voor het product, voor de tabak. Oh, ik miste dat een beetje. Op dat moment was het moment dat er uh, twee bedrijven in Europa zeer actief bezig waren in China. In China heb je een tabaksmonopolie, maar die mensen waren geïnteresseerd om sigaren te leren kennen. Ik zei, ja, het is daar dat het gaat gebeuren. Dus ik ben naar China gereisd, een tour gedaan, samen met een tabaksverkoper in feite. Dus uh, ik was een assistent, maar goed, het was wel geweten nu dat ik was. En um, ja, daar rond gereisd, maar jongens dat. Nog onthogelder. Nog onthoogelder. Die mannen waren absoluut niet geïnteresseerd in sigaren. Dat was gewoon van... Wij gaan hier volgend jaar met een miljard sigaren maken. Maar het stond nog niet. Dat is gewoon puur... No, plan, planners. Planbureau. Ja, no, echt... Uh, Echt niets met een tabak te maken. En dan uh, kortis, het Cortis pakje, de kopie ervan, gezien daar ook, die vent die uh, zei, ik heb dat zelf gevonden, he. zelf uitgevonden, gevonden. Uh, <laughs> doordat ik in zuid-Frankrijk ben geweest, <laughs> dus zelfs het verhaal was gekopieerd. Whatever. Dus hij zag in China, het gaat daar niet gebeuren. En die kerel die er was, zei van, maar Fred, je moet met mijn broer meegaan. Ja, mijn broer, je broer. Ja, maar mijn broer verkoopt ook tabak, maar hij verkoopt tabak in die midden Amerikaanse landen. Oké. Okay. Ik zeg, als jij dat zegt, ik zal dat dan een keer doen. Dus gedurende drie, vier weken een tour gedaan in Midden-Amerika, met al twee collega's. En, uh, en daar ook, met die tabakker. En dus zo met hem een beetje op voorhand gesproken, zeg ik, ik: pak mij mee naar de die die uh, groeien en de die die aan facturen betalen. Weet je wat? Dat zijn al, meestal twee tekenen die wel hoesten. Uh, en we hebben zeker 30, 35, 40 bedrijven bezocht: Nicaragua, Honduras, Dominicaanse Republiek. Bedoeling voor over te nemen? Nee. Een, utop, een utopische droom? Ja. Allee, dat, dat voor de volgende generatie, dat er ooit handgemaakt sigaren in de familie waren. ja. Maar wat was in feite de, de bedoeling? Het eerste was omdat ik het leren ken. Omdat ik er echt die families te leren ken. En, en daar kwam ik terug met volle batterijen. Dat waren gepassioneerde families. Maar iedereen, ze spraken daar alleen maar wetgeving, warnings. They didn't know about it. Gewoon sigaren, tabak, blenden, een goede krop, slechte krop, verdorie, het regent. Allee, de, de dingen echt die een sigaar maken. Ik was dolgelukkig als ik terugkwam. Ik zei, maar dat... het was dan ook, hè, met mijn vader, ik zei, we moeten met een sigaar beginnen, handgemaakt. Die was zegt, die Fredje, ik heb dat al geprobeerd. Dat gaat niet. Allee, allee, allee. Ik zei, Heb je al nog kort eens, gehad, in de jaren negentig, uh, denk ik. Um, en dat was inderdaad, ja, dat was de Volkswagen feiten. Ik heb dat ooit gekend. Ik bedoel, dat was een uh, beetje mislukt inderdaad. Iemand die kort is rookte en aan de hand gemaakt, hè. dat lukte niet uit. Ja, misschien wel, we daar wel van leren. Dus geen kort is. En dan als ik nadenk, dan heb ik gezegd: we moesten nu een keer een sigaar maken samen met een van die families. Want ik was naar een beurs geweest en op die beurs hebben sommige well, mensen in onze trade die, uh, well, die, laten we zeggen, wij waren van der Marlier, Ja, ja sigaarmagger is in België. Een beetje, je laat het aan kleine productjes. Maar die grote sigarenmakers van met name. Dat in de man. En op die beurs kwam Nestor Placentia langs uh, op onze stand. Ik zat net met een van die... Het was een hier aan het babbelen. En Nestor komt en zegt... Yo oh, hermano, que tal? Lea, mea. Hoe En hoe of wat? En ik zei... Kijk, ja, ik stuur je voor. En hier een dien van die, uh, die winkel. En we zeiden, oh ja, ja we Gaan aan hem kennismaken? En Nestor was weg. En die kerel... Ken je hem? Ik zei... Ja, tuurlijk. is een maat onder elkaar. Wat is de max? En ik voelde dat ik, euh, laat zeggen, dat er plots een andere vorm van respect ge gecreëerd werd. Van, ah ja, het is toch niet alleen maar die kleine machine-made Dus ze hebben dan, euh, ik dan een feite gekeken van, zijn er families met wie dat misschien een sigaar zou kunnen maken? Euh, nog een keer op reis geweest naar daar, weer met die families in contact te komen. En een van de families, we hadden vier, vijf families met wie dat maar echt overeenkwam. kwam, gewoon een goede band dan, was de familie Oliva. En we een dus, beetje aan het kijken, om, we hadden gezegd van, kijk, we gaan samen een sigaar maken. Jullie verkopen ze in de US, wij verkopen ze in Europa. Dat was 100 het merk oliva zijn, maar op een bepaalde manier moet Van der Marlieren of whatever daarin betrokken zijn. En het was een story of two families. Mm -hmm. Ja, oké. Okay. Zij waren pro. Maar voor hen Europa... En ik zeg, shit hole, sorry, maar echt lastig, lachte pakket, moeilijk. zei: zeiden, jullie dat doen voor ons, dat is een miserie opgelost. Dus, Vrego. Ik zei één belofte... Verkoopt uw zaak niet, Ik zei, <laughs> story of two mm -hmm. families. Jullie five generations, we three generations, al oh, jullie plots verkopen, het is al gedaan. Ja. Ja, nee, 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 nee. En zes maanden daarna, belt José, zegt hij, ja, Fred, project okay. Ik zei, ja, hoe dan? Mag gaan verkopen. Maar ik zei, toch? dat is niet mogelijk. We, nu echt, allez, we waren er nu al ver mee gebracht, dat maar en, um, en uiteindelijk, ja, we, ja, dus dat was in juni zeker zoiets, ja, slecht geslapen, maar opgestaan en gezegd van... Let's flip the coin. Hij teruggebaald. Ik zei, zou ik mogen proberen om u ook te kopen? <laughs> hij toch verkoopt. Ik bedoel, waarom kunnen we minder dan niet kopen? En hij, ja, we mogen dat proberen, maar ho, We zijn al in vergaande gesprekken met andere partijen. En het zijn wel gerenommeerde partijen in onze sector. Ik weet niet hoe of wat. Ik zei, laat ons proberen. Wij proberen. Sorry. Een ander heeft meer. Het zal een ander zijn. Zo B.T., heb ik You Win Some You Lose some. Uh, het was voor mij een correcte prijs. En zes maanden daarna, uh, ook wat katholieke mensen, het was rond kerstdag dan, en uh, ik kan nog altijd niets gelezen. Een cigaretaficionado of zo. Mm -hmm. Dat was nog altijd niet verkocht, Oliva. En ik belde José, ik zei José, Ze zei, Wes, ja, hey, Merry Christmas, bla bla bla. Ik zei, Zo raar, niets gelezen. Mo, zei hij. Frat, Ze zeggen honderd, en ze vindt dan honderd redenen om te zeggen, maar het is maar negentiende, want het is wat en ze doen altijd voor tijd veranderen prijs. Maar ik zei, we Ik zei ik zei Ons bod bleef liggen, hè. Nee? Ja, ja, ja. Zou je er niet nog... Weet je wel, als jullie er iets bij doen, dan zet je bijna waar ze zijn nu. Zet. En zo zijn we weer rond de tafel gaan zitten. met een earnout out principe opgestoken bij Wezen van springen, omdat ze, ze waren enorm gegroeid de jaren ervoor. Dus je komt gedacht van... Allee, where is the hidden uh -huh. thing here? Weet je no, wel, ik bedoel, er, er, moet, er moet ergens iets zijn. En uh, voor mij, de earnout out was gewoon bepaald als ze hetzelfde behielden. Ik was al vrij gelukkig dan. En, um, en we zijn tot een akkoord gekomen en die mensen waren in feite dolgelukkig. En het bedrijf zelf was eigenlijk ook gelukkig. Maar hoewel, dan in het begin, iedereen keek raar op. Van maar wie zijn die van der Marlieres van België? De kleine Belgen komen hier. Niemand die er kende. En uh, zo van wat gaat dat heen. En de Oliva's hebben enorm geholpen om ook die mensen in het bedrijf te kamen. Het is op hoe je hast. De values of the families are the same. En ik ben binnengekomen en ik heb ook gezegd van, kijk jongens, we gaan niets veranderen. Misschien behalve de dingen die jullie wel niet veranderen. Mm -hmm. En we zijn rond de tafel gaan zitten Maar heel veel mensen gesproken, heel veel. En uh, ja, er waren wat problemen. Ze hadden leverproblemen bijvoorbeeld. Ze konden echt niet mee met de groei. Dus enorm beginnen investeren in, uh, in tabaksgroei. Uh, ja, uh, in, in gewoon voorraad, een ruwe tabak, voorraad sigaren. Ze investeren in de fabriek, nieuwe kistjesfabriek gezet. Met, met moderne, laten we zeggen, standaarden. Maar het was verouderd, als je dat wil, was het, een... het was net zoals een, um, een typisch West-Vlaams uh, rijhuis die gedurende 40 jaar verbouwd is geweest. Dus je hebt het eerste huisje, dan bouwen ze er iets aan. Koterij dan nog een... allemaal wel. Koterij, ja, ja. Absoluut. absoluut. En dus, we kunnen het niet die nemen. En uiteindelijk zijn waren like die kistjesfabriek nog rondgekocht. Dus ze waren er ook mee bezig. Ik denk gewoon dat we er een turbo op gezet hebben om het iets rapper te doen. Ze waren, um, ik kan niet zeggen, investeringsavers is veel gezegd, maar toch voorzichtiger dan hoe dan wij het in de game gestapt hebben. Mm -hmm. Maar goed, het mooiste compliment voor mij is dat vijf jaar na datum, ja, ik ga zeggen, 90% van de mensen die bij Oliva werkten, 95% whatever, en van het managementteam 100%, werken nog altijd. Mm, chik. En dat, um, ja, ik denk dat dat ook een deel is. Het is nu achteraf bekeken. Het is een mooi verhaal. We zijn er gelukkig mee. En het uh, werkt well. Uh, ik, ga niet, uh, ik ga niet klagen. Maar um, wat denk ik denk dat echt. Het is dankzij die mensen en dankzij Effectief Bon. Een klein beetje de steun te geven waar het nodig was. Maar, uh, maar het was een topteam al. En we hebben het gewoon kunnen verder laten uh, bloeien en groeien. Het ook al zo bekend qua merk voor de overname door jullie. Want ik moet bekennen dat ik het zelf veel minder zag. Misschien heb ik meer op de laatste tijd, maar ik, ik zag het precies veel minder in het, ja, in het straatbeeld. In de sigarenhuizen de, de waar, waar ik kom, of ik hoorde het ook, ik hoor het minder vaak vernoemd worden. Is dat ook een beetje de marketeer uh, bij jullie die daar is uh, mee aan de slag het, gegaan? In de US was het, um, was het niet onbekend. Mm -hmm. het zo daar was het al een uh, merk, ik denk als we het kochten, hadden zij, uh, goh, ik zeggen, een 4-5% uh, marktaandeel. Mm -hmm. En, um, dus dat was al iets, je mag ik het zo zeggen. We zijn uh, er nu bijna tien, dus dat is in feite uh, alle, een mooie, mooie evolutie geweest. Maar in Europa, ze zaten wel al, ze waren al een van de meest verdeelde sigaren in Europa uit de New World, zoals ze zijn, maar, um, maar nog niet zo prominent aanwezig. En man zeggen de evolutie is natuurlijk ook enorm veranderd. We zitten in, uh, in Europa, in de... Sigarenwereld, een klein beetje zoals we in de wijnwereld zaten. zal ik zeggen, in de jaren 90. Hè, toen dat, we bijna alleen maar Bordeaux en Bourgogne dronken. Geen in Italiaan, geen, in, uh, geen in Amerikaan. Folie, ja. Uiteindelijk zaten we tot vijf jaar terug in die wereld met de Cubanen. Duitsland was een markt die al vooruitstrevend was. wat dan non, allee, New World cigars betrof. Maar de rest van Europa was echt nou, bijna allemaal Cubaans. En, uh, dus Oliva lag er wel, maar natuurlijk. Onze presence, onze mogelijkheid om naar winkels te gaan, onze relaties ook met winkels, heeft er, heeft er zeker toe geholpen dat we een nu wat betere presence hebben. En um, dus dat, uh, ja, het is zeker zo dat sinds we het overnomen hebben, dat we er meer aandacht aan kunnen geven dan dat we er vroeger voor hadden. Het was één persoon die heel de wereld deed, en nu zijn er vijftig, laten we zeggen, die, uh, die ons die haar verkopen over heel de wereld. Dus, qua land, ik ben zelf nog nooit geweest in Nicaragua, je hebt uh, stabiel qua, qua politiek. Uh, is dat Ortega? Dat weet ik zelfs niet ja, ja. juist ja. Er ja, komt wel een keer het nieuws. Er komt wel een keer het nieuws af en toe. Dat is nu niet onmiddellijk de meest. Wat uh, wij onder democratie verstaan, dat is niet onmiddellijk aan hem te linken. Is dat een uh, makkelijk klimaat om te ondernemen? Laat ons zeggen dat wij ondernemers zijn en geen politiekers. Dus um, we staan er ver van. Ja, die heb ik. En uh, we blijven er ver van. En uh, ik denk dat dat ook de manier moet zijn, hij laat ons zeggen, creëert een kader waarbinnen dat er sigaren kunnen gemaakt worden. Ja. Er zijn enorm, allee, het is meer dan 50.000, 60 60.000 mensen daar die, die werkzaam zijn in de sigarenindustrie, van op de velden, in de ja. fabrieken. Op een bevolking van, ik, ik, hoe is dat? 5 miljoen, 6 ja, miljoen? Het? Zoiets. Zoiets. Ja, zoiets. Inderdaad. En, um, dus, maar dat is direct. Dus, ja, hoe je indirect rekenen, uh, kun je ja. er nog een hoop, een multiple opzetten. Maar dus die, um, uh, wat voel je ook, als er, in Nicaragua een onstabiele situatie is, eh, voor een of andere reden, is het in maar du bois maar is het in Esteli altijd uh, relatief rustig gebleven. Ja. Waarom? Mensen hebben werk. Mensen worden in feite goed betaald, de sierra-sector betaald, zeker ook mm -hmm. allee, hoog tegenover de Nicaraguaanse standaarden. Werkzekerheid ook, want dat is... Werkzekerheid, het leeft... Allee, dus op een bepaalde manier is dat een regio die in alle onstabiele periodes altijd stabiel is gebleven. Mm -hmm. Maar we moeten er mee rekening houden dat we natuurlijk in zo'n rand zitten, dat er, uh, ja, something can happen. Mm -hmm. uh, Nicaragua is uh, een van de enigste, er zijn vijf landen die pro-Rusland gestemd hebben in, uh, in de UN-stemming. Uh, mm -hmm. En Nicaragua was een van die yeah. vijf. Dus dat wil zeggen, goed, allez, uh, watch out, be, uh, be awake. En um, zorg dat we ja, op een bepaalde manier niet in één keer alles kapot en, en weggeknipt zijn en, er zijn middelen geweest nu. Nicaragua is nog een volledig communistisch land geweest. Waar dat alle terreinen. Nee, meneer Oliva is alles gepakt geweest van de Cubaanse staat. Is gevlucht. Is naar Nicaragua begonnen boeren. Is dan alles gepakt geweest van de Nicaraguaanse staat. En dan hebben ze het hem teruggegeven. En, uh, en nu is het, laten we zeggen, ja, geen communisme meer. Maar nog steeds wel een, een, een ja, linkse regeringsvorm mm -hmm. misschien. En een beetje een persoon die het allemaal doet. Maar hij um, ja, weet dat er daar ooit iets kan gebeuren. Het is gebeurd vroeger. En de mensen hebben ook oplossingen gevonden. En we gaan eerlijk zijn, we zitten daar heel dicht bij de grens van Honduras. Honduras is nu ook niet het meest stabiele land, natuurlijk ter wereld. Maar wij zoeken ook niet stabiele of niet stabiele ja. landen. Wij zoeken goede vulkanische gronden ja. op een redelijke hoogte. Met de juiste allez, laat ons zeggen, zon en, uh, en, en regen uh, op het uh, op juiste moment. En als je die regio, die valleien daar bekijkt. Dat ja, ja. het. Is, het is een perfect en een prachtig land om dat te doen. Noord-Nicaragua, Zuid-Honduras. zijn twee regio's die fantastisch zijn mm. Dus goed, it's, uh, it's part of it. En laten uh, we hopen dat ik hier uh, laat ons dat we kan blijven genieten van ons mm. die graande sigaar. Maar we zijn er zelf wel, nogmaals, we zijn er bewust mee bezig. En ik denk als er zoiets komt dat we. Een een kind of way out hebben. Om, uh, om nu niet. Uh, en we zijn niet overleveraged op een bepaalde manieren dus, uh, dus ik denk dat we zeker safe zijn en dat er niet, uh, dat we niet failliet gaan. Bewijs aan spreken dat er daar iets gebeurt. Maar ik zou liever hebben dat het niet gebeurt dan wel, natuurlijk. Even. Jullie doen er alles uh, ter plekke. met. we gaan ook een keer. Dat een keer moeten overlopen. Zo'n zo prachtige sigaar. Ik had nu, ja, de mensen die kijken op YouTube. Ik zal het nog een keer, een keer tonen op een andere occasie. Uh, maar het is op zich al een prachtig product. Je ziet daar ja, de sigaar zelf. Je hebt, je hebt box boxpressed. Dus een beetje andere vorm dan de echte ronde sigaar die de meeste mensen kennen. Maar jullie doen alles tot en met in het kistje steken. Ter plekke, ter plaatse in Oliva, Nicaragua. Dat gebeurt er allemaal vanaf het eerste begin. Tot effectief. Hoe verloopt dat bij het blad, als ik het zo mag zeggen, tot het kiesje? Kan je dan een keer aan de mensen die, want ik weet het zelf ook niet echt, ja. dan een keer uh, uitleggen uh, hoe dat, het, uh, dat tot stand komt? Een crash course te geven. Ja. Maar een zeer een VR-movie trouwens, waar je echt in de velden loopt en dat je kunt zien. Dus, uh, ook nog een keer leuk vond ik het te testen. Maar um, het start met een zaadje. Dus uh, dat is een belangrijk element. Hè. Als je kijkt naar uh, de wijnen bijvoorbeeld, heb je wijnranken die er 80 jaar staan. Dus je moet zeggen, normaal gezien, klimatologische omstandigheden zijn belangrijk bij wijn. Mm -hmm. Maar de grond en de plant is eigenlijk wel dezelfde als vorig jaar. Ze is gewoon een jaar ouder. Bij tabak is het ieder jaar een nieuwe plant. Dus het is dat, dat ik er straks zei: er kan heel veel gebeuren in het proces om een sigaar te maken, die ervoor kan zorgen dat je sigaar minder goed wordt, of mm. dat er bepaalde dingen zijn. Dus dat zaadje is een, dat is een zeer klein zaadje, het is uh, iets groter dan het mosterdzaad, maar het is het tweede kleinste zaad, as far as I know, dat er bestaat. Dat zaadje, dat recolteer ik mezelf. Dus bij de kleine feiten zelf uh, zijn we onze za zaadselectie aan het doen, en we hebben er een topkerel, Vivaldo, die uh, de Criollo in die een van de bekendere Habana-soorten is, zelf heeft uitgevonden, dus een echt een die zaden crossed, geen in de GMO, maar echt natuurlijk crossed. En Vivaldo um, selecteert, kijkt wat zijn de meest resistente planten. En uh, dat zaadje steken we, hé. eerst planten we dat in een serre, totdat tot het ongeveer zo groot is. Mm -hmm. En dan gaan we het transplanten, en in feite, in wat we nu aan het doen zijn, op dit moment in uh, Nicaragua, en zetten we het in de velden uh, uit. Uh, in die velden, ik moet zeggen, we zijn uh, daar nog niet zo lang mee bezig, in feite, ja, we waren geen... Uh, we waren geen nou, boeren, nee, mag het zo zeggen, we zijn altijd verwerkers geweest van tabak. En um, ik vind dat bijna het meest fascinerende van heel mijn job. Hetgeen dat er daar gebeurt, is ongelooflijk. En ook hetgeen dat we daar nog kunnen doen, is volgens mij ook ongelooflijk. We, zijn, um, we hebben geïnvesteerd in drip irrigation, hè, dus uh, druppelirrigatie. Drip fertigation, dus de, de fertilizer ook geven via dat druppelgeweest kanaal. Zorg ervoor dat uh, je veel minder uh, fer fertilizer gebruikt, veel minder water gebruikt. Uh, we zijn enorm bezig met natuurlijke pesticiden, dus met een, een bak vol met wormen, die in feite onze natuurlijke pesticiden, we noemen het um, fertilizer, ja. te maken. Uh, en aan het kijken om ook met een topkerel die nu uh, bij ons gaat starten volgend jaar. Maar fantastisch, die in feite nog niet anders gedaan heeft dan uh, die plant gezonder te maken en, en beter te maken, op toekomst resistenter. Ja, niet meer op de manier like dat we ja, boerden gaan het zeggen, uh, 50 jaar terug. Dus dat is in feite, maar, sorry dat ik er even over uit weide, maar ik vind het gewoon zo interessant en fascinerend. Leuk om hem te horen. Dat plantje groeit ongeveer in, uh, drie maanden en, uh, en dan beginnen we te plukken. Aan een plant, gaan er afhankelijk van acht à twaalf bladeren, uh, hangen we. Er komt een prachtige bloem op, maar die toppen we af. In, in, die bloem zit er, in één bloem zit er bijna genoeg zaad om al ons velden te doen. Dus een klein zaad, maar een groot volume. Dus we hebben in feite niet veel bloemen nodig, minder twee, drie nodig En dat doen we dan van die beste, zoals ik zeg, die selectie. Dus al de rest van die bloemen gaan we toppen, waardoor dat de kracht van de plant 100% naar de bladeren kan gaan. Dan moet je die plukken. Maar natuurlijk, ja, bon, in je sigaar wil je geen gaatjes. Dat, is, dat, is, dat lijkt logisch dat dat blad egal is. Maar je ziet het nu ook, alle blaren die van een boom vallen, zitten er veel gaatjes in. Mm -hmm. Dus je moet dat heel voorzichtig plukken. En dan ja, bedoel, rapen we dat allemaal samen weg van de, van de velden en gaan we dat uh, naaien op een, uh, op een touwtje en ophangen in een droogschuur. Natuurlijk gedroogd, dus in feite gewoon de luiken openzetten, lucht laten doorblazen en die bladeren drogen. En dan wil je niet dat je, je sigaar geel is, of groen, of rood, maar niet al bruin. Dus je moet dat goed in de haat houden, zorgen dat je in feite... De juiste manier, allez, uh, ja, op het juiste moment, we gaan zeggen, je een tabak eruit haalt en dat je daarmee het kleur, laten we zeggen, fixeert. Nu is die tabak verre van klaar om te roken dan. Uh, als je zo'n tabak zou roken, zit er een enorm uh, ammoniak smaken. In. Dus in feite smaakt de heel, heel scherp. En sommige sigaren smaken scherp. En mensen zeggen dan van, oh, ja, je is nog te jong. Dat is niet waar. Het is gewoon een tabak die niet gefermenteerd geweest is. Dus het fermentatieproces is. Een van de belangrijkste processen uh, binnen uh, het hele sigarenmaakproces. Daar moet je, daar voor mij wordt de smaak gecreëerd. Je legt gewoon de blaren op de noop. Je maakt ze een beetje nat. En je laat ze liggen. Een noop ongeveer een meter en een half uh, hoog. Je maakt ze nat. Ik zei het, en je laat ze daar liggen. En automatisch zal dat dus beginnen fermenteren. En zal de temperatuur stijgen in die stapel. Die temperatuur vol totdat uh, onder 110, 120 graden Fahrenheit is. Ik weet het niet in Celsius. Moet je het volgen. En dan moet je hem draaien, de bovenste al onder, de binnenste van buiten. En dan heb je in feite een nieuwe noop en dat fermentatieproces gaat verder. En dat duurt tot een jaar, 18 maanden, een beetje afhankelijk van welke tabak ja. dat je gebruikt. En ik zeg, dat is de grootste fout die je kunt doen, is daar snelheid ja. laten primeren. Snelheid mag daar niet primeren. Het is cruciaal dat die tabak daar zijn tijd heeft. En dus, bij het roken moet je een tijd hebben, maar bij alles dat je sigaren maakt, is het ook veel met tijd te maken. De keer dat die tabak gefermenteerd is, uh, breng men hem binnen uh, en gaan we hem sorteren. Hey, op vlak van lengte, grootte, hey, misschien soms zit er wel nog wat stuk blad in. En dan heb je als je een sigaar maakt, drie delen. De filler, het binnengoed, die een mixture is van drie, vier, vijf verschillende soorten uh, tabak. Dan heb je de binder. Een blad die je er rond doet, die dat samenhoudt, die ook die een zeer goede brandbaarheid moet hebben. En dan heb je de wrapper, je buitenste blaadje, die in feite ja, ook veruit het duurste blad is dat je, dat je betaalt. En, um, en dan gaan we dat geven aan een sigarenroller. En die sigarenroller zal dan ja, die melange maken met zijn hand. Dan die een binder er rondrollen en dan doorgeven aan zijn collega. Meestal is het een man die de binder maakt, de bonchero. En de rolero is meestal een dame, en die draait dat er nog een keer rond. En als je oliva koopt, in het buitenland, want wetgevend is het hier een beetje moeilijk, zit er een, um, een kaartje in, in de Milanios dat je in een QR-code kunt scannen. Oh. En als je die een QR-code scant, kun je zien wie dat Russi haar gerold heeft. Fantastisch. Met foto's genomen van de Buncheros en de roleros. En je kunt dan nu, volgen dat toch, dus met gewoon die data kunnen linken. En uh, goed, dan is dus je haar klaar. Maar dan moet je weer rusten. Dan moet je weer... Drie maanden, zeker, ga ik het zo zijn, maar zes maanden mag rustig laten liggen in een grote humidor, in feite. De tabakken gaan dan op een bepaalde manier, ze zeggen dat vaak, dus in, in feite in het begin, als je ze haar direct gemaakt is, kun je ze roken. En kun je een flavor bepalen. Dan krijgt ze de flu, ze noemen dat eh, een, een soort van koorts of een soort van griep, krijg. en is ze bijna voor veertien dagen onrookbaar, schuwelijk slecht. En dan begint die smaak weer hem te settelen, maar ik zou ze na 14 dagen, of na een maand zelfs, zeker nog niet roken. Maar na twee maanden begint dat echt wel goed te komen. Dus wij zeggen minimaal drie maanden voordat ze in de kist gaat, dan is het zeker geen probleem. Maar sommigen ik zeg het, zijn eigenlijk de Milanios in zes maanden. Om dan dat gewoon wel zo te behouden. En dan effectief steken ze in een kistje. En dat kistje maken we ook zelf. Dus uh, we starten van. Uh, Vroeger van de boom, hé. maar nu laten we dat iemand anders doen die, er wel, die minder verlies heeft dan ons. Dus het is weer iets beter voor de natuur. En, uh, en maken we kistjes. En uh, top, Allee, prachtige, voor mij zeer mooie kisten. En ongelooflijk wat een artiesten dan zijn om zo'n kisten te kunnen maken. Ja. Uh, uit, uit het niets. De binnenkant altijd ceder. Ceder is een houtsoort die geen smaak geeft aan de sigaar. Ja. En die er dus voor zorgt dat je, je sigaar echt zichzelf kan zijn, laten we zeggen. Uh, buitenkant is niet altijd zeder. Ik bedoel, er kunnen andere soorten zijn, een beetje afhankelijk van. En volgend jaar, normaal gezien, we're working hard, maar zouden we alles uh, FSC-certified uh, kunnen hebben. Dus laten we zeggen, zouden al ons kerstjes uh, effectief ook well, uh, komen, van uh, uh, zal er heel bos gekapt worden, want zo zijn die niet meer gaan herplant worden voor een olifatie roept. Dus ja, en in sommige doosjes steken we een, een Boveda een ja. humidifier ook om die, om die goed vochtig te houden. En dan is het kistje klaar, wordt het gesloten, gaat de seal er rond en uh, gaat het de wereld rond. Hopelijk om veel mensen mee te plezieren. Prachtig. Heb je al zelf, ik neem aan van wel, het zal een domme vraag zijn, hm. helemaal kunnen aanschouwen? Zet je zelf in Nicaragua ook een tijdje gaan, gaan wonen? Of uh, is dat vooral uh, we via Zoomcalls alles <laughs> gebeurd? Ik neem aan van niet. Een deel wel natuurlijk, mm. maar goed, ja. Uh, the real stuff happens there. Ik zou me niet getrouwd zijn en uh, geen kinderen hebben. Ik denk ja. dat ik daar zo woon. Uh, ik krijg niet de paard ook. Mag ik zien mij met mijn paard rondrijden over de velden en, uh, en dat dan schoon? Ik vind het nogmaals een van de mooiste dingen van uh, onze job dat er zijn. Maar, um, maar bon, ik hey, ben, ben, ben uh, nog altijd. Met mijn eerste vrouw getrouwd en, uh, en met mijn drie kinderen samen. En ik zie dat nog altijd zitten om dat te blijven doen. En dus daarom, ja bon, hier in België zit meteenlijk meteen in een, een verwend land. Het is hier allemaal perfect. Dus is dat een beetje moeilijk om um weg te lopen van hier. Maar ik ga wel, natuurlijk jaarlijks ga ik langs. Het duurde enkele weken. En, uh, en tijdens COVID, um, de, als die tweede lockdown er kwam. We zaten al een jaar en een half dat we niet konden reizen naar daar. Dus dat, was al, dat begon een beetje op mijn neum te werken. In eerlijk gezien, de, het contact met de mensen zelf is voor mij toch zeer belangrijk. Ik wil ze zien, voelen, Ik wil naar daar gaan. En mm -hmm. ja. je zegt, Teams, Zoom, chouette, maar het gevoel wordt toch niet overgebracht. Je ziet niet alles. En dan uh, waren we bezig van, wat zou het moeten doen? Uh, ja, of, ik was daar een beetje over aan het tubben en aan het zeggen, verdorie, ik ga niet binnen in Nicaragua en blablabla. Bla, mijn vrouw zo van, ja, hoe ga niet binnen. Maar ik zei, ja, ik moet via Costa Rica gaan. Ik zei, ben bijna tien dagen kwijt om naar daar te gaan. Dus ja, bon, hoe lang ben ik weg? Ik ben een maand weg voor daar een week te zitten. En uh, die tweede, ik weet nog, de, uh, ik hoorde de kroon nog de tweede lockdown aankondigen. En uh, ik kwam het thuis. Ik zei, ik zei, ik zei ook, mijn netje woonde in China dan. Ik zei, gaan we naar China? Mijn vrouw, naar China? Ik zei, we zijn hier heen. Even en bedoel, in Shanghai was er nog een dolle feest. Het was toen het omgekeerde. Daar was alles om. Hier was alles tijd. Maar zei ze zei, no way. En ik weet, we moeten een week in quarantaine, apart. Ik ga niet naar China. Maar zei ze zei, Fred, ik hey, weet niet hoe lang naar Nicaragua. Waarom gaan we niet naar Nicaragua? Ik zei, oké, okay, why not? Goed idee ze zijn naar de school geweest en school was dan alweer real life, maar ze waren het gewoon om die distance learning te doen. En we hebben dat besproken. Schitterende schooldirecteur, echt, die enorm veel begrip had ervoor. Die zei van, ja, waarom zouden wij je niet toelaten om homeschooling te doen durende mm -hmm. twee maanden? Wij zoeken voor wereldoriëntatie, topics. Jullie kunnen een topic naar de klas brengen, weet wel. Dan ga ik er iets gaan bezoeken. Als je op een vulkaan staat, draai de een foto, stuur hem door. En ze kunnen mijn gebruiken in de klas en vertellen over de vulkaan. Dus, um, ik nou, ben daar vertrokken en uh, twee maanden en half met de kinderen daar uh, verbleven, midden december tot eind uh, februari. En dat was super. Voor mij ook om veel meer te leren over, uh, over de, de kweekweer, over het begin. Met de mensen daar echt te kunnen samenleven. Het heeft u gedaan. En we hebben dat dan vorig jaar in Sri Lanka gedaan. Want dan hadden we in Sri Lanka was de onze turmoil daar ter plekke. Ook twee maanden en een half gaan wonen. En nu gaan we dit jaar naar uh, onze hoofdzetel in, uh, mm -hmm. in Miami. En gaan we dat ook nog enige doen. En dan gaan mijn dochter kunnen het middelbaar. En denk ik niet dat ik de schooldirecteur had kunnen overtuigen. Mm -hmm. Voor ze mee te nemen. Dus had het misschien even gedaan. Zijn. Maar uh, we hebben er enorm als gezin ook enorm van genoten. Het was een, uh, een heel toffe en uh, interessante ervaring. Mm -hmm. We spreken over Nicaragua. De mensen die. Uh, aan sigaren denken, denk ik waarschijnlijk meestal aan Cuba. Je hebt dat nu mooi geschetst dat het proces van productie. Uh, ik denk iedereen die sigaren rookt, is wel een keer begonnen met Cubaanse sigaren, of doe ik het nog altijd. In dit huis, wij doen het zelden, uh, moet ik zeggen, omdat de, de kwaliteit, uh, voor zover wij het kunnen inschatten, toch te vaak wisselt. Is dat omdat de Cubanen in dat proces van productie misschien iets te snel handelen? De dingen wat. Te Kort laten liggen en daar te snel willen ingaan? Of heeft het te maken met klimaat of met, met terroir of met andere dingen? Ten eerste, ik uh, bash niet graag op concurrenten, hmm. ik ga het zo zeggen. En, um, maar, oh. de terroir is fantastisch. Laat ons daarover duidelijk zijn. Ik denk dat Cuba nog steeds, uh, echt wel, uh, zowel qua klimaat en qua terroir, alles in hem heeft om schitterende sigaren te maken. Oké, okay, er zijn nu een geweest die kapot gemaakt heeft, maar whatever, dat, 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 dat komt al twintig jaar voor, dus dat is nu niet dat dat zo verandert. De Cubaanse sigaren uh, worden sinds, uh, ja, hoe lang nu? Zestig jaar gemaakt door de Cubaanse staat. En uh, met alle respect, maar de NMBS, ik neem graag de trein, maar ik weet nu niet of dat, dat het meest efficiënt gerunde bedrijf van België is. Dus denk ik dat ik daarmee alles gezegd heb. Uh, ze doen, uh, nogmaals, ze maken nog steeds goede sigaren ook. Hé. Maar het is waar dat er misschien hier en daar een uh, corner gekut wordt of dat er moeilijkheden zijn. Nogmaals, die investeringen die wij doen, uh, dat is gigantisch. Hé. Het werkkapitaal dat je nodig hebt om sigaren te maken, ik heb het gezegd, 12 maanden, 6 maanden. Mm -hmm. Denk je maar uit, hé. de hele productie, die 18 maanden, 2 jaar. We zitten op voorraden, ja, 3 jaar tabak, 6 maanden sigaren. Nog een keer een paar maanden hier en in de US. Dus vier jaar werkkapitaal moet er in je bedrijf zitten om het goed te runnen. Dat is niet altijd simpel als je in een staatsbedrijf zit. Dus daarom ook, als je dan een slechte oogst hebt, ja, ja dan is het natuurlijk iets moeilijker. Bedoel, dan, dan heb je weinig marge om op te zetten Ik vind, weet je, voor mij is het belangrijkste, ik zeg. Uh, ik vind het schitterend dat jullie laten zeggen de New World hebben ontdekt. En, en ik zou daartoe pleiten ook naar iedereen. van Rook alles, alsjeblieft. Allee, geniet met mate van, van alles die gaan. En zorg ervoor dat je een keer iets links, rechts in het midden proeft. En maak je een palet uit. En ik heb er alle respect voor. Ik, ik ga er altijd. Wij helpen enorm veel Nicaraguanen, Dominicaanen, Hondurezen, om Europa binnen te gaan. Wij helpen hen om al die warning labels erop te kleven. Track and Trace komt eraan. We gaan dat allemaal trachten te doen voor zoveel mogelijk partijen. Want ik wil kleur in die humidor. Voor mij in de winkel, een sigarenwinkel, ze willen dat. En dat is niet erg. Dat mag komen in een, een seksshop. Nee, 18 plus, moet er niet ben, Zwart van buiten. Maar als je ben zit, moet je kunnen een keuze hebben. En moet je de verschillende terwaarden kunnen kiezen. Als je, een wijn, als je wijn begint te drinken... Niet alleen maar Bordeaux drinken. Mm -hmm. Drink ik in het Spaans? Drink ik in het Italiaans? En zo, denk ik, gaan die, die smaken zich evolueren. En dan gaan ze ook in, in, in wat, ja, wat dat Cuba dan is. Ja, er zijn, uh, nu hebben ze voor mij de slimste beslissing genomen die ze konden nemen voor de ganse industrie. Uh, en dat is, we gaan erom niet meer sigaren maken, want ze zitten op een bepaalde manier zeker met een capaciteitsprobleem. En ik bedoel, dat is, uh, daar zeg ik niets nieuws mee. De winkels, sommige winkels liggen echt redelijk leeg uh, erbij. Dus er is een bepaald capaciteitsprobleem, maar in feite kun je twee dingen doen: uh, nog meer of, of echt slechte sigaren beginnen maken, uh, om dat capaciteitsprobleem op te lossen, of je prijzen opslaan. En ze hebben een tweede gedaan. En dat klinkt natuurlijk egoïstisch of niet leuk voor de markt, maar. Op een bepaalde manier is dat wel correct, zou ik het mm -hmm. zo zeggen. En dat opent ook voor de markt zelf een gezond speelveld waarin dat er kan gewerkt worden. Want eigenlijk waren sigaren, kijk, de duurste sigaar, wat was Alleen Die b waren misschien 40 euro, 35 euro. Ik vond die trouwens niet zo speciaal. Maar dat is nu, ja, ja. Ik, ik ben ook geen connoisseur, hè, maar ik, ik weet dat daar in, in, de, in de vakbladen soms laag enthousiast over gedaan wordt. Ik heb dan, in België heb ik ze nooit niet kunnen vinden, maar ik heb ze wel gevonden in Barcelona een keer, in Praag ook een keer. Oké, okay, het was een goede sigaar, maar dat was nu niet het walhalla van de smaken, vond ik zelf, maar dat is... Dat is het mooie eraan die goeie le Ja, zo is het. Ja. En, uh, en ik, maar nu kost het zo 110 euro mm -hmm. he. dus, uh, dus goed, ja, maar, bepaald, maar ik ga zeggen, vroeger vond ik, ik kijk, ja, een gin tonic, als je ergens naartoe gaat, uh, betaalt 15, 20 ja. euro voor een gin tonic, en dan voor je sigaar ga je maar 9 euro betalen. Ja. Nou ja, ik bedoel, op een bepaalde manier, als je kijkt wat aan werk en een ding dat erin zit, is ook een uur genot. Uh, was dat soms. En, en soms trad je op limieten. Nee, ik de investeringen die je moet doen, moet je kunnen doen op je gemak. Je uh, geen stress rond zitten. En dus uiteindelijk op die manier denk ik hebben de Cubaan nu ook de, de wereld wat verruimd. En, uh, en ga je ook zien. Je hebt ook New World cigars zoals Padrón, die uh, mm -hmm. zeer gelimiteerd zijn in productie. En die kerel zegt van kijk ja, ik maak er x miljoen per jaar en that's it. En dus voor mij is dat voldoende. En ja, zijn ze niet meer, dan zijn ze er niet meer. En ik ga mijn prijzen op land, bij wijze van spreken, maar ik maak niet meer dan dat. En, uh, dus dat is het leuke: elk heeft zijn eigen visie, is met zijn eigen ding bezig. het is een, uh, een, tof, uh, een tof product voor ons werk. Kun je dat eigenlijk uh, leren? Zijn er sigaren sommeliers? Mensen die zoals in de wijn, door de wijn te proeven, zeggen die ja, bijna tot de locatie zeer precies dat komt vandaar. Kun je ook in sigaren blind proeven? Dat is een. Cubaans, uh, das, uh, is dat mogelijk of is dat uh, in sigaren zeer moeilijk of onmogelijk? De opleidingen ervan zijn minder breed verspreid dan van Sommelier, maar, um, maar het bestaat. Mm -hmm. En uh, er bestaan echt mensen met een fantastisch smakenpalet die effectief uh, Henky Kailender, bijvoorbeeld, de, de kerel die altijd de Davidoffs gemaakt heeft in, in de Dominicaanse Republiek. Dat is zo iemand. Hij heeft hem gewoon hij doet niets liever. Hij heeft hem zijn haar zonder bandje. En hij probeert ze helemaal te uit, uit te kleden. En, uh, en te zeggen van kijk, dat daar, dat komt vandaar. Ik denk dat dat ongeveer de blend is. Van buiten, dat zal ongeveer het blad zijn. We. Ik raak aan de, aan de rapper. Allee, ga ik uh, toch de belangrijkste regio's eruit halen. Uh, binnen de filler wel zeker niet de regio van de file eruit al. Misschien een ja. beetje het land, maar, uh, maar het zal al ver gaan. Dus ik heb echt absoluut nog jaren nodig om, uh, om te geraken waar zij zijn. Maar, uh, maar effectief, we hebben er bij ons ook. Dus uh, Ze bestaan. Het is iets moeilijker, omdat je natuurlijk rook analyseren is nog moeilijker dan, uh, ja, dan iets vloeibaars analyseren. Maar, uh, maar het bestaat. Dus uh, allez, mocht het zijn... Uh dat je nog een bepaalde ambitie hebt. <laughs> ik ga je zeker bellen. Ja, met plezier. <laughs> je spreekt over de, de QR-code. Ik vind het een leuke uitvinding. Is dat iets wat, ik heb nog nooit gezien dat die QR-code... Is dat iets nieuws, of bestaat dat al lang? Dat Noem je kunt dat kijken wie jaar, het heeft? Uh, twee jaar geleden hebben we dat uh, ingevoerd, ja. denk ik, in de doosje. Maar ik zeg, ja, die, uh, de Belgische wetgeving, weet je, als ik op social media één sigaar post, op mijn persoonlijke post, dan belt er iemand van, van FOD om dit voor te zijn. Vrijheid, maag niet, idee. Krijg je een verwettingsbrief. Dus ja, daar hebben we mee. Stopt ook, dat heeft geen nut. Maar gewoon om te zeggen wat dan die man ah, tijd voor hem hebben, vind ik wel ongelooflijk. Mm -hmm. Maar ze um, dus moeten enorm oppassen. Dus, uh, dus daarom, allez, denk ik in, uh, volgens mij, een Baai steekt me er niet in. Maar uit in, uh, in de US koopt, hij uh, in een oliva in de Carnegie Club, mm -hmm. moet je kijken, zit het papiertje erin. Dan mm -hmm. kun je ze scannen en staan ze er altijd weer op. Maar ik hou van Dynamics. We hebben een zeer klassiek product. hebben het product. De wijze van het maken van het product is 400 jaar oud. Het is Blaarenrol. Mm -hmm. Het is niet dat er daar nu uh, enorme moderne technieken in zitten. Maar ik vind het een schitterende uitdaging om te proberen nieuwe technieken toe te voegen. Ik heb het straks al een beetje vertaald van de drip irrigation. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld in onze pylones area dus waarom die temperatuur moet ja, mee. Klopt, ja. Was dat vroeger een thermometer erin steken En dan ieder om het uur passeerden ze het eruit al ah, 8,90 graden. En dan al zijn een papiertje. En ze kleuren dan een bolletje van 8,90 En je zag dan de grafiek van alle bolletjes. Het gaat naar boven. Thana boven ja. En, dus we zijn nu um, twee jaar zeker bezig met digitale meters. We steken er de digitale meter in. En uh, verbonden met, uh, met de wifi. kreeg krijg je een sms'je. Uh, de pilonstap onder en vijf graden. Bijna tijd. Nog een sms'je. Onder en tien graden. Tijd om hem om te draaien. Dus om moderne technieken te combineren met ons oud ding. Vakmanschap. Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit gewoon verbetert. Want een overgefermenteerde tabak is ook niet goed. Dus uiteindelijk moet je dat juist moment. We hebben wel de sms' moeten afleggen, s'nachts. Dat is ze missend? wel. Van, ja. de pilon stuurde ja. een berichtje naar die kerel die ervoor werkte. Voor te zeggen, hij het ja, ja. is zonder FVV Maar zijn vrouw vond dat niet zo leuk. En dat we hem zelf ook niet. Om om twee uur s nachts moet je ook niet opstaan. Ik kon wachten tot s morgens. Dus uh, we hebben de die nachtformule afgeleid. Maar de dagformule bleef wel werken. Begrijp ik je kan veel van elkaar leren in de, in de, als sigarenmaker. Als er zijn ook van die festivals. Elk jaar uh, is dat een beetje binnen zelf nog nooit geweest. Uh, Top. Leuk. Echt, of is dat een zeker meer doen. voor de in-crowd? Uh... Oh, ik vind van niet. Mm -hmm. Ik vind echt van niet. En um, ik, uiteindelijk is het, uh, ja, uh, kan ik niet meer zeggen: van please doe het eens. Uh, het is zeer plezant om een keer mee te maken. Je hebt er in feite je hebt het, het Cubaanse festival, nee, dat is het grootste. Daar is er uh, 1600 man, denk ik. Uh, daar bezoek je alles natuurlijk. Wederom, het is een staatsbedrijf, waardoor je wel in contact komt met de bedrijven, met de merken, met de sigaren. De uh, real people behind, dat misschien iets verder. Allee, maar zo zijn. Dat zijn misschien de rolleiros, maar daar echt contact heb je er niet mee. Dan heb je het tweede grootste, is, uh, uh, Pro Cigar in, uh, in Dominica. Prachtig ook. Ik kan zeggen, het had er ook al 800 man in, zoiets. Schitterend georganiseerd. En daar kom je echt al in contact met de sigarenmakers, mm -hmm. met de mensen die de velden hebben. Dan denk je wel aan die vrouwen met een sigaar die aan het rollen zijn. Ja, ze ja, roken dat ze ook nog allemaal, zeker. Dat is ook, ja. maar ja, de, 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 dat van die billen... Allee, dat is een, een, een verdokende ruimte, ja. maar, maar ze rollen mooi op tafel. Maar vaak met de sigaar. Er worden inderdaad wel nog sigaren gerookt op de vloer. En dan heb je um, uh, Puro Sabor, die in, uh, eind januari is. En dat is in Nicaragua. Dus waar dat wij ook Deelnemen, dus de mensen dan de velden gaan bezoeken. Het is een mooi moment om te gaan. Je kunt alles zien. Snap je het klein plantje, het plantje in de velden, de kerstfabriek, de dingen? En je ziet alle verschillende partijen, een lunch daar en een diner daar. Zeer mooi georganiseerd en, het is, uh, en daar is, dat is het kleinste. Het is maar 250 man, er kunnen niet meer mensen slapen in Esteli. Mm -hmm. <laughs> dus uh, het is een klein stadje. Maar, um, maar het is op veel vlakken ja, echt iets... Ik vind het een... een We gaan al jaarlijks naar, uh, naar de DR en, uh, en ook naar Puro Sabor. En het zijn twee uh, voor mij zeer mooie momenten om, uh, om op OJS te zijn. Ja. Doen. Zeker noteren staat bovenaan een bucketlist. We hebben natuurlijk een klein beetje zin gekregen in een sigaar en een we hebben afgesproken om misschien na de uitzending toch samen iets even te roken. Um, wat kan ik eigenlijk nog, nog jou toewensen? Of, of wat zijn de, de ambities als we het over sigaren hebben? Is dat nog andere uh, terroirs eventueel ook daar gaan investeren, gaan overnemen? Is het uh, andere blendings? Wat staat dus er op het programma of, of de bucketlist van, uh, van Fred van der Marlieren op dat vlak? Fredje, wil ik dat ermee veel noemen, <laughs> heeft, een, uh, heeft veel geluk gehad in zijn leven. En, uh, en nog altijd. En het feit is, mijn leven uh, op een bepaalde manier zeer natuurlijk voortgekabbeld. Uh, Oliva, ik ben niet binnengekomen om te zeggen, ik kan hier Oliva komen. Het is, our roads crossed and it was a nice moment. Dus voor mij, uh, het feit dat je, uh, ja, dat ik laat ons zeggen... Uh, 40 jaar verder, mijn vader is 40 jaar ouder. Ik heb mij vooruit spoel tot aan die leeftijd. Zijn er nog prachtige jaren die komen, kunnen. Ja, in die jaren mogen we verder kabbelen uh, zoals het nu is. En laten uh, we zeggen, uh, opportuniteiten of, of zaken allee, kunnen en mogen doen. Goede gezondheid verkeren daarvoor. En uh, denk ik is het, uh, het belangrijkste dat we. Dat we uh, dat ik, laten zijn, mee kunt toewensen dat het mee zo staat. Ja, dat is bij deze volmondig uh, van ganse harte toegewenst aan uh, jou en uh, alle geliefde naasten. Uh, nog even toch onder de aandacht brengen dat een uh, zeer, zeer mooi, goed doel gekozen werd door uh, Fred. Hij uh, heeft het al mooi toegelicht. Dus ik zou absoluut iedereen die wil uh, oproepen, die heeft genoten, of niet genoten zelfs, van ons gesprek, het heeft bekeken, het heeft beluisterd, uh, een zeer warme oproep om te doneren. Zoals geweten is het uh, stelkens malen vrij wat de mensen willen doneren. Maar ik heb al een keer mogen uh, piepen in uh, de cadeaus die dan aan de gelukkigen zullen worden toegezonden. Dus ik zou toch wel willen oproepen om daar een, een mooie bijdrage te leveren. Aan ja, het zeer mooie, goede doel. Fred, enorm bedankt voor de tijd ja, die je hebt vrijgemaakt om naar nog Antwerpen te komen. Eén ja? seconde. de Gewoon om toch een beetje allez, de luisteraars en de kijkers mm -hmm. warm te maken. Zeker. Een surprise pakket. Mm -hmm. he. het, zit, uh, het zit van alles in om echt van te genieten. Nou, zeg ik het een keer. Wat, uh... Maar ik ga niet alles vertellen, moet nee. maar moet een beetje surprise in het een verrassing natuurlijk. zijn. Ja. Maar het zit zeker heerlijke koekjes in. Mm -hmm. Uh, een leuke samenwerking die we met de koekjes gedaan hebben, met uh, Miguel Kronenberg, een vreed toffe uh, madame die, uh, die met een gemberdrank gekomen is. Mm -hmm. Dus dat zit er naartoe En dan um, zelfs voor de mensen die niet van uh, sigaren houden, hebben we dingen met een kwingslag meegegeven die met sigaren te maken hebben. En uh, de schitterende boxershorts van, uh, van Macalçon ja. zit er uh, ook eentje in. En dat is een limited edition die niet meer te verkrijgen is. Okay. Dus dat is uh, een unicum als ja. je die nu nog krijgt. gaat uh, gaat hem nergens mee kunnen kopen. De mensen zullen dat misschien wel hebben zien passeren, die advertenties telkens met een mooie kwinkslag. Uh, ik denk de mensen die in het bedrijf zelf werkzaam zijn, nee, de familie zelf, uh, van uh, Macelson uh, als ik het thuis uitspreek. Ja. Dus dat zag je in, in sommige kwaliteitskranten wel een keer passeren, uh, in de bijlagen van die kranten. Uh, zoals ook al vernoemd, uh, de familiekroniek van de Marlieren door Herzelen, dat ook zeer origineel. Uh, dat kunnen de mensen allemaal krijgen, dus ik zou zeggen, uh, go en das, uh, inderdaad, go for it. Uh, laat u niet kennen. Uh, het is een zeer zeer mooi goed doel en uh, stort maar. Uh, wat ons betreft, ik zou zeggen: tot een volgende keer. Want er zullen misschien nog op het pad een aantal zaken kruisen die uh, maken. Dat ik jou nog een keer inviteer. In een van de komende seizoenen, die ons misschien zo gegund zijn. Uh, dus uh, ik zou zeggen tot, uh, tot ziens tot weerziens, het zal zeer zeker zo zijn en we gaan nog een keer uh, samen een mooie sigaar roken uh, ik zou zeggen aan mensen thuis of diegenen die luisteren doe het ook zou ik zeggen uh, er is niks zo goed om te ontspannen als een uurtje weg zijn met een zeer goede sigaar en het mag zeer zeker een oliva zijn, dan zijn ze zeker dat het goede kwaliteit is. Bij deze, tot de volgende keer en uh, zeer bedankt om te kijken en te luisteren. Dankjewel en dekken proficiat ook met jullie initiatief Dank u. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.